Ik weet vroeger nog, er waren mensen die zeggen, ja, je moet cola bij je planten doen, dan worden ze zoeter. Ja, ja, bro, of mango thee. Hoe was het? What the fuck? Ja. Ja? Ja, als je ijs die erbij doet, gaat het dan persik smaken, broer, je bent gek. Zeldzaam hoor voor mij hoor, dat ik zo toch wel een choppie draai. Ja. Ik heb een slechte invloed. Of een goede invloed. Gaan we straks merken. Ja, zijn we begonnen? Ja, we zijn weer online en actief en aanwezig. Dus we gaan iedereen welkom heten bij een nieuwe aflevering van de HiCloud Podcast met Uncle Koes. Vandaag vanuit het altijd mooie Dordrecht. We zouden eigenlijk in Zwijndrecht gaan zitten. Maar we zijn gezellig bij onze grote vriend Edwin Baks thuis beland. En dan gaan we zo meteen jouw prachtige shop laten zien. Yes. Want Edwin is de uitbater, de eigenaar van Social Club de Ambassade. En daar gaan we al. Social Club de Ambassade. Je zou denken, waarom is deze aflevering in Nederland? Want we herkennen hier toch eigenlijk helemaal geen social clubs. We kennen hier coffeeshops. En dat is ook over het algemeen zo. Waar het niet dat onze grote vriend Edwin hier een ander concept is gestart. Een aantal jaar geleden. Klopt. Die steekt even een heerlijk hasjointje op. Want we hebben hier een wietjointje in dit geval. We hebben wel te maken met een echte hasroker over het algemeen. Absoluut. Maar vertel Edwin, wie ben je? Hoe ben je hierin gerold? Nou, mijn naam is Edwin Baks. Geboren en getogen Dordtenaar. En 20 jaar lang heb ik een marketing communicatiebureau gehad, hier in Dordrecht ook. Altijd wel heel erg gepassioneerd cannabis liefhebber geweest, in de breedste zin des woords, zeg maar. Ik heb altijd gekweekt, buiten, eerst buiten, toen binnen. Weliswaar hobbymatig, maar dat is wel echt mijn passie in. Op een gegeven moment was er een coffeeshop in Zwijndrecht, Espresso. En dat was een shopje waar ik regelmatig kwam. En eigenlijk van de een op de andere dag las ik in de krant dat hij dicht ging. Dat hij dicht moest vanwege wanbeleid. En dat was voor mij eigenlijk het moment. Dat was volgens mij net zo'n beetje in die coronaperiode. En dat was voor mij het idee van, ik ga die burgemeester een mail sturen. Want ik had een enorm netwerk vanuit de reclamewereld. En ik denk, ik ga die burgemeester een mail sturen. En ik had een heel idee. Ik zeg, joh, ik wil echt een coffeeshop 2.0. Ik ga het heel anders aanpakken zoals dat die andere eigenaar het gedaan heeft. En ik kreeg vrij snel een mail terug. Nee, gaan we niet doen. Want er is te veel gebeurd, er is gedoe. En, ze waren al blij dat ze er vanaf waren, denk ik. Eigenlijk wel. Tot het moment dat ze ook wel zagen dat de criminaliteit, het straathandel toenam. En dat ze eigenlijk wel dachten van de gemeenteraad, de raadsleden zeiden van maar die coffeeshop was toch zo'n gek idee eigenlijk niet. De gemeenteraad heeft uiteindelijk een grotere stem als de burgemeester. Dus de gemeenteraad heeft voorgestemd. De burgemeester heeft gezegd, prima, als jullie het willen, dan gaan we het doen. Toen hebben ze een extreem hoge eisen gesteld aan die, de tender, zeg maar. Dat in de reclamewereld. De aanbesteding. Dat is het woord wat ik zocht. En aan die aanbesteding, en daar hebben ze extreem hoog. Je moest een, want zij vroegen al om een stichting. Oké. Okay. Ja. Jij had dat idee al geopperd van een stichting? Nee, het grappige hoe is. Hoe kwamen ze bij dat idee dan van een stichting? Ja, dat is helemaal niet zo gebruikelijk. De vorige shop was ook al een stichting. En daar zat een raad van toezicht bij. Daar zaten gemeenteraadsleden in. En achteraf bleek. Zo heb je een beetje controle over het geheel, dachten ze. Nou, dat was dus compleet niet het geval. Nu hadden ze extreem hoge eisen aan die aanbesteding gesteld. Ik ben daar echt voor gaan zitten. Ik heb daar 7 maanden aan geschreven. En, want ik wist dat die ging komen, die tender. Ja. Maar ik wist ook dat het een stichting zou zijn. Dus ik ben... Heel gericht je plan gaan maken. Klopt. Ik ben onder andere naar Columbus gegaan in Harderwijk. En dat is ook een stichting. En ik heb gevraagd van, joh, hoe hebben jullie dat plan? Ik heb hun plan nooit fysiek gekregen. Maar zij hebben wel laten zien wat zij van de gemeente, hoe die aanbesteding van die gemeente eruit zag. Die heb ik gebruikt als basis. Want ik denk, dat kan nooit veel afwijken zoals Zwijndrecht het gaat doen.
Want ik wist dat die gemeentes met elkaar spraken. Ja, en die gaan ook het wiel niet opnieuw uitvinden voor dat soort dingen natuurlijk. Daarom. Het is bijna exact hetzelfde. Het enige waar ik heel blij mee was, is dat het in Harderwijk was het een loting. En dat heb ik er wel uit kunnen krijgen. Ik heb gezegd, van, ja, weet je, laten jullie alsjeblieft zorgen dat het geen loting is. Beoordeel de plannen en haal het beste plan eruit. Ja. En op die manier, en wat in Harderwijk gebeurd is, en daarom heeft Columbus gewoon echt ook wel een beetje geluk gehad, is dat ze gewoon 2 plannen of 3 plannen eruit getrokken hebben. Loodjes trekken gewoon. Loodjes trekken, zo echt. Eigenlijk achterlijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is dus in Zwijndrecht niet gebeurd. We hebben dat plan helemaal kunnen maken. We hebben dat plan gebaseerd op wat in Harderwijk, wat ze op Harderwijk, in Harderwijk vroegen. Nou ja, dat was in Zwijndrecht dus eigenlijk precies hetzelfde. En wij staken daar met kop en schouders bovenuit. Er waren, omdat ze die lat zo extreem hoog gelegd hebben, waren er 8... 8 inzendingen, wat natuurlijk extreem weinig is. Ja, ik weet nog, bij ons in Zaandam waren het er 100. Volgens mij meer inzendingen dan dat er coffeeshops in Nederland bestaan. Gewoon. Ja. Het waren echt 100 inzendingen om die aanbesteding te winnen. Ja, dat was hier dus niet zo. En ja, dat was echt nogmaals, dat was puur alleen maar omdat die lat zo hoog lag. Wij moesten, voordat we eigenlijk wisten dat we het zouden worden, moest je een stichting opzetten, moest je deponeren bij Kamer van Koophandel. Je moest een raad van toezicht moest je opzetten, waarin iemand van verslavingszorg zat, iemand met horecaervaring, iemand met cannabiservaring. Het was eigenlijk wel een beetje te gek voor woorden. Het bedrijf moest bestaan voordat het bedrijf mocht bestaan. Eens, ja. We hebben echt, ik heb heel veel kosten gemaakt. Voordat we überhaupt wisten dat het door zou gaan. Maar ja, dat is voor mij juist die drijfveer, weet je. Ja. Gewoon die never give up spirit. Als ik denk, van, ja, hoe moeilijker dat ze het me maken, hoe harder dat ik erin ga. Ja. En dat heeft uiteindelijk wel zijn vrucht afgeworpen. Ja, we zijn nu 1,5 jaar open. Je bent 1,5 jaar verder en ook je weet precies hoeveel klanten verder ook. Klopt. Grappig genoeg. Klopt. Want dat hele social club systeem komt ook gewoon met een andere vorm van, noem het service, noem het kennis of data. Je doelt op het pasjesysteem. Ik doel op het pasjesysteem. Ja. Want jij vertelt me net, we hebben zoveel klanten nu. Ja. En een ander zou dat niet weten. Je weet misschien hoeveel verkopen je hebt in een maand of in een week. Ja. Maar jij weet precies hoeveel klanten je hebt. En dat komt omdat klanten bij de ambassade, die moeten zich inschrijven. Die krijgen een pasje. Ja. En heel veel mensen die denken misschien, pasje, registreren bij een coffeeshop. Nou, ik weet het niet. Maar het valt allemaal best mee. We hebben wel eens eerder bij jou in de shop een rondleiding gehad. En toen legde hij al een beetje uit. Je hoeft eigenlijk alleen je voornaam te geven en de stad waarin je woont. Ja, en je geboortejaar. En meer niet. Want dan krijg jij een beeld van, wat heb ik in de zaak? Wat krijg ik binnen? Ja. En Wat willen die mensen? Ja. Wat vinden ze fijn? Wat voor frequentie komen ze hier binnen? Wat voor producten kopen ze graag? En noem maar op. Ja, je kan inderdaad zien wat ze kopen. Je ziet de koopgeschiedenis. Je weet iemand zijn voornaam. Wat natuurlijk ook gewoon ook wel fijn is. Ja. We willen echt dat clubidee. Dat is wat we heel leuk vinden. Dus je kent mensen bij hun voornaam. Wij kunnen aantonen dat we nooit meer dan 5 gram per keer verkopen. Wat helaas in Nederland nog steeds het geval is. Ja, ochtendshift en middagshift. Ik bedoel, je komt gewoon een uurtje of 2 later binnen. Ja, en er is niks aan het handje. Nee. Nee. Met het pasjesysteem dan is het echt zo dat je als je aan je 5 gram zit, de volgende ochtend kan je pas weer. Waar is dat idee vanuit ontstaan? Wat, pasjesysteem. Ja. Echt puur het feit dat we een social club willen zijn. Dus het sociale aspect. We willen mensen bij hun voornaam leren kennen. Wij willen zien wat ze doen. Hè? Wat kopen ze? Het is ook een klein stukje preventieverhaal. Dus als iemand elke dag een aantal grammen komt halen, dan kan je een beetje, zonder gelijk met het vingertje, maar je kan wel een beetje kijken van, joh, gebruik je niet te veel? Zit je lekker in je vel? We hebben nog wel eens wat studenten. En daar hebben we wel eens een gesprekje mee. Hoe het gaat met hun studie. Wat ook wel heel grappig is, is dat in de decembermaand hebben we een aantal mensen gehad die zeiden van, joh, ik wil stoppen. In januari ga ik stoppen met blowen. Nou, dan zeggen we van, joh, waarom blokkeren we gewoon je pasje? Nou, bij een aantal mensen is dat nog steeds. Die zijn nog steeds. Wow. Die zijn echt gestopt. Maar er zijn er ook wel. Die komen dan weer terug natuurlijk. Maar
Dat is wel het leuke aan het pasje. En wat ik gewoon ook leuk vind. Je leert een klant ook wat beter kennen. Want als je het pasjes kent, dan zie je de laatste 5-6 producten die hij gekocht heeft. Dus je kan ook zien wat diegene graag rookt. En dan vraag ik ook meestal, of de medewerkers die vragen dan ook van... joh, maar hey, ik zie dat je vorige keer de pineapple pancake op hebt. Wat vond je ervan? En daar, je kan er ook een beetje kijken, een beetje peilen van... wat vinden mensen van de producten die we hebben? Ja, je kan veel gerichter ook gaan aanbieden dan. Adviseren, je kan veel gerichter adviseren. Ja. En ook voor je inkoop kan het makkelijker zijn. Je weet een beetje wat je klanten lekker vinden. Of welke hoek je... Met nieuwe soortjes. Er komt zoveel op de markt steeds. Ja. En het is ook altijd maar de vraag of dat goed ontvangen wordt. Ja. En je weet dan heel goed van... die soortjes die landen wat beter en die wat minder goed in de zaak. Dat is waar ik eigenlijk gewoon fulltime mee bezig ben. De inkoop. Te kijken van, joh, wat past bij ons? Wat vind ik zelf leuk om te verkopen? Ik wil ik ben toch echt wel ook wel... Je zei het net al, een ontzettende harsliefhebber. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk. Maar ook een beetje de traditionele soortjes. Maar daartegenover wil ik ook die moderne soortjes hebben. Ja, je hebt ze hier staan. Ja, ik heb zelf vandaag een selectie mee van de Heavy Loads. Shout-out naar Heavy Loads EU. Check hier alle verkooppunten op hun Instagram. Vandaag eventjes van Coffee Shop Reefer deze mooie selectie gehad. Ze hebben ook met de White Peaches gewonnen in de Jack Heller Cup. Beste USA flower. Die heb ik helaas niet hier, want die is natuurlijk alweer op. Zo gaat het met die populaire soortjes. Maar jij noemt net even klassiekers. En daar heb je ook een prijs mee weten te winnen in de afgelopen prijzen. Jack Heller Cup. Je hebt met de PP... beste sativa gewonnen. Ja, hey, jongens, gewoon een ouderwets PP'tje, powerplantje, die gewoon de beste sativa flower wint in de Jack Heather Cup, hè? Ja. Dat is wel bijzonder. Ben ik echt trots op. Vind ik echt heel leuk. Snap ik. Ja, we gaan hem even bekijken ook. Straks in de shop. Ja. Er worden natuurlijk hele fancy soortjes ontwikkeld en ook ingeleverd bij de Jack Heather Cup. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar dat je dan wint met een powerplant, dat vind ik leuk. Ja, dat is klasse. Ja. Dat is leuk. En het is een bevriende leverancier van ons en die heeft altijd hetzelfde. Dus dat is ook, daar kijk ik ook wel naar met wat ik inlever, dat ik er wel voldoende van heb. Ja, ja dat je het ook gewoon kan aanbieden aan de klanten gewoon, straks. Ik krijg gewoon wel nieuwe. En tuurlijk zit tussen de ene batch en de andere batch, hè, dat zit altijd wel iets verschil in. Blijft maar, een natuurproduct. Precies, het blijft een natuurproduct, maar het is wel van dezelfde kweker, het zijn dezelfde stekken. Dat is echt superleuk. Ja, ik vind dat altijd zo vervelend als je een cup hebt en dan is er een winnaar en dan... ga je naar die shop van, die wil ik even proberen. En dan hebben ze hem gewoon niet. Ja, dat is zo zuur. Dat is zo zuur. Maar dat heeft ook vaak te maken gewoon met de snelle omlooptijd van die producten in een winkel. Ik bedoel, als jij een half kilootje of een kilootje van iets hebt en het is gewoon heel goed. Weet je, de tamtam gaat heel snel. Ja. Voor je het weet is hij uitverkocht en moet de jury hem nog proberen van die cup. Ja. Maar met alle respect, als ik... niet al te veel heb van iets en ik weet dat ik het niet meer kan krijgen of moeilijk kan krijgen, dan ga ik hem niet inleveren. We hebben in de High Life Cup hebben we de eerste prijs import hash en de overall prijs hash met onze Kashmiri hebben we gewonnen. Ja, ook zo'n klassiek soortje wat heel veel mensen gewoon niet verwacht hadden. En ja, dan vind ik het wel heel tof dat ik daar gewoon dat is gewoon onbeperkt verkrijgbaar voor ons. Ja. Dus dat is ook een stuk harder gaan lopen nadat we die prijs gewonnen hadden. En wat ik heel erg tof vind, is dat de jonge lui dat die Kashmiri hash helemaal niet kennen. En normaal gesproken al vrij snel hun neus daarvoor ophalen. Weet je, soms die zwarte plakkerige hash, nee, dat hoef ik niet. Ja, heb je geen wiet hash? Ja, precies. En nu... heeft hij een prijs gewonnen, staat er zo'n grote beker staat er bij ons te pronken. En die jongelui die zien dat. En niet alleen die jongelui, maar die jongelui... Die zeggen, weet je, dat wil ik dan toch wel. Zo'n winnaar wil ik dan toch wel proberen. En die komen er gewoon ook echt voor terug. En dat is wel heel tof. Prachtig. Ja, ja. Dat je die diversiteit zeg maar in het roken, daar hou ik van. Ja. Ja, ik vind het echt mooi hoe jij... hoe jij in de wedstrijd staat. Gewoon de manier waarop jij in die winkel staat. Wat je ermee doet, ontwikkelt.
En je ziet ook dat het zijn vruchten afwerpt nu. Dat je al binnen zo'n korte tijd zulke prijzen, weet meet. Ja, in anderhalf jaar. Dat is gewoon gemiddeld gewoon per half jaar een prijs. Elke zes maanden pak je er eentje mee. Ja. Dat is best lekker. Ja, ja, dat is puur passie. Dat is passie gedreven. Dat, daar hebben we het veel over in de podcast. Heel veel ondernemers die passie hebben voor hun zaak en voor de producten. Ja, die... Maar het is zo'n leuke branche. Ja. Het is, ik kom natuurlijk uit die marketing communicatiehoek. En ja, dat is zo anders. Dat is zo jagen. Dat is zo van project naar project. Altijd knallen. Altijd toch. Resultaatgedreven. Ja, heel erg resultaatgedreven. Altijd bezig zijn met acquisitie. En ROI's. Opdrachten en, binnenhalen. Ja, inderdaad. ROI's, KPI's. En ja, dit was wel een verademing. Ik moet zeggen, we hadden de shop. En mijn eerste echte... ontmoeting met de scene. Was het mascottefeest op Zandvoort. Oh ja. Ja, en ik kwam eraan en dacht van ja, dit is echt superleuk. En het leuke is, iedereen is heel relaxed en je kan met iedereen een praatje maken. Weet je, ze staan hier raar te kijken. Iedereen is even hartelijk en ja, dat is echt leuk. Je ziet wel dat je ik ben ook echt wel goed bevriend met een aantal andere shophouders en je ziet dat we kennis delen en Je helpt elkaar gewoon verder. En dat vind ik wel heel erg in deze branche zo. Je helpt elkaar wel verder. Altijd bezig met nieuwe dingetjes, mooie dingetjes. Ja, we moeten het ook wel samen doen, toch? Dat is het ook. Het is in heel veel branches kun je het prima alleen doen. Want er is een overkoepelende brancheorganisatie. Er is dit, er is dat. Dat hebben wij in cannabis ook wel. Maar niet eentje die voor iedereen opkomt per se. Nou ben jij toevallig ook onderdeel van een van die organisaties, de PCN, ook sinds kort. Platform Cannabis Nederland. Wat ook gewoon heel belangrijk is en wat ik ook heel tof vind dat jij je daarvoor inzet. Het kostte een hoop tijd. Het kostte me meer tijd dan ik gedacht had. Maar het moet gewoon. Je moet een belangenbehartiger hebben van deze branche en je moet het met elkaar doen. En... er zijn toch wel, en nu recentelijk ook wel met al die aanslagen rondom de coffeeshops en het gedoe. Weet je, dan denk ik van ja, we werken met elkaar, werken we zo hard om die scene of om die branche naar een beter daglicht te brengen. En om het te decriminaliseren en om te zorgen eigenlijk om te normaliseren. Ja. En dat moet je met elkaar doen, dat kan je niet alleen. Ja, vooral dat normaliseren, dat is zo'n enorm onderdeel van die legalisering. Je kan pas iets legaal maken of het uit die illegaliteit halen als het gewoon geaccepteerd wordt. Ja. En als het allemaal gewoon sociaal geaccepteerd wordt, dan is er ook geen reden meer om het illegaal te houden. Nee. En daardoor... Spread the word. Ja, toch? Dat is echt. Ik merk het ook gewoon. Mijn vriendin, ik ben bestuurder eigenaar en dat ben ik samen met mijn vriendin. Zij regelt met name de productie. Ook ontzettend bevlogen en passievol. Heeft al heel snel de baan opgezegd. Omdat ze dacht van ja, maar dit is echt een leuke scene. Ja. Je moet het gewoon echt met elkaar doen. Ja. 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 Ja, dat vind ik mooi om te zien. Het voelt ook een beetje aan als een familiebedrijf bij jullie. Vond ik toen we daar de rondleiding kregen. Het was net alsof je... Nou, dit is mijn zoon en dat is mijn oom en dat is mijn... Weet je wel? Ja, klopt. Dat voelde heel erg familiair aan. En ik kan me voorstellen dat het een leuk bedrijf is om in te werken. En ook dat klanten zich gewoon prettig voelen in jouw zaak. Je krijgt de klanten die bij je passen. Ja. En we hebben echt... Ik heb altijd het idee gehad van als mijn schoonmoeder zonder schaamte of zonder rotgevoel naar binnen durft te stappen en daarvoor op mijn verjaardag een paar jointjes durft te halen, dan is die missie geslaagd. En ik denk dat aardig gelukt is, want ik geloof dat iets van 8% van onze klanten boven de 65 plus is. En dat is natuurlijk echt tof. Dat is echt, en uit mijn hoofd gezet is van 13% vrouw. Van onze, dat zie je ook nog wel eens. Hè? De coffeeshops is toch vaak een beetje de mannen, een beetje een mannending. Ja, mannenwereldje. Ja, een beetje een mannenwereldje. En dat is natuurlijk ook weer met dat pasjesysteem wat je net al zei. Ja, daar kunnen we hele leuke data uit halen. Ja, daar zie je gewoon zo erg hoe belangrijk een design is in een winkel. De mensen achter de balie. Ja. Ik was toevallig van de week... was ik in Zaandam bij een shop waar ik heel lang niet geweest ben. Headlines. En vroeger was dat echt een donker hol, jongen. Nou, daar werd je gewoon naar buiten gekeken. Echt, daar was je gewoon niet welkom.
Het, gewoon door de types die daar binnen zaten. Het was allemaal een beetje... gewoon niet best. En dat is onlangs is dat over... of is dat samengegaan met een grote keten. En ze hebben het helemaal verbouwd. Helemaal open gegooid. Het is heel licht. Ramen. Meisje achter de balie. En er staan gewoon op zaterdagavond... 9:30 staan er gewoon twee meiden daar binnen. Ja. Een jointje te draaien. Zo leuk. En ik denk, waar zijn al die vieze gasten die hier... Ja. Ze waren er gewoon niet meer. Nee. Ze waren er gewoon niet meer. We hebben de rokersruimte. Ja, die is... Nou, je zal het straks zien. Die is bijna altijd zitten daar mensen. En in de weekenden zit het gewoon echt vol. Ja. En dat socializen, dat is gewoon echt leuk. Dat is ook onderdeel van de cannabiscultuur, vind ik. Weet je, dat hoort ook gewoon. Wij hebben ook geen televisie hangen in de rookruimte. We hebben geen wifi. Ja. Lekker kletsen met elkaar. Praat maar met elkaar. Ja. En je ziet dat daar twee dames zitten. En daar zit een jongen. En beginnen een beetje te praten. En die jongen die schuift op en die gaat bij die meiden zitten. Ja. Komt iemand anders binnen. Die gaat even alleen zitten. Die denken, hey, nou, na gezellig, 5 minuten zitten ze erbij. En dan zit ik van achter de bar zit ik een beetje zo te kijken. En dan denk ik, ja... Genieten. Dat is echt genieten. Dat vind ik echt leuk. En dat is wat ik... Kijk, mijn ambitie, dat heb ik wel verteld. Hè, maar mijn ambitie is dat ik wel graag nog een paar ambassades zou willen hebben. Dit is natuurlijk een formule die we echt wel zouden kunnen dupliceren. Maar dan zou ik ook echt die sociale ruimte, hoeven we nog niet eens een rookruimte te noemen, maar die sociale ruimte, ja, die vind ik zo belangrijk. Ja. Die afhaalshopjes, die dispenser is, ja, dat is het gewoon. Voor mij persoonlijk is het dat niet. Maar... Nee, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat wel heel prettig vinden. Ja. Hè? Het gewoon touch and go, gewoon naar binnen gaan, spullen pakken, weggaan. Als jij gewoon lekker thuis wil blowen. Ja. Moet dat kunnen. Hè? En als je dan een deel van... Er zijn van veel mensen die niet thuis kunnen blowen. Hè? Precies. Ja. Of die dat gewoon niet willen. Ja. En die ruimtes voor die mensen, die moeten er ook zijn. En daarom vind ik het bewonderenswaardig dat zeker in de tijd waarin jij die zaak hebt gestart. Hè, de coronatijd, onzekerheid over überhaupt horeca, samenkomsten, dat soort dingen. Dat je toch hebt gezegd van... Fuck it, we maken gewoon wel een rookruimte. Ja. Ja. Hey, dat vind ik echt bewonderenswaardig. Ja. Want ik denk dat 9 van de 10 anderen... die hadden gewoon gezegd, alles, weet je... maken gewoon lekker afval, shoppie, geen gedoe, geen gezeik. Ja. Halen wegwezen. Ja. Dat is wat je veel ziet. Dat was wel een risicootje, hoor. Want ja, weet je... Wat vond de gemeente... Heeft de gemeente daar niks over gevonden, zeg maar? Nou, sterker nog, de gemeente heeft gezegd... van ja, wij willen dat je een bepaald gedeelte van de shop reserveert... voor, ja, zij noemen het een verblijfsruimte. Omdat wij ook wel... wij zitten vlakbij een winkelcentrum. Ik wou net zeggen, dat maakt verschil. Want dat anders gaan verschil. Die gasties onder de luifel van de winkel hun jointje draaien en roken. In Walburg, dat is het winkelcentrum bij ons om de hoek. Ja, die, overigens ben ik ook lid van de winkeliersvereniging daar. In het begin waren ze heel sceptisch. Maar wat je wel ziet, wij hebben echt wel een paar 100 man per dag. Ja, daar gaat een gedeelte van even naar Walburg. Die schiet even een boodschapje doen. Die hebben net wat gerookt. Die hebben misschien wel trek in een broodje. Ja, ja. Dus die winkeliers, dat winkelcentrum is ondertussen ook gelukkig wel blij met ons. En we worden echt gewoon voor vol aangezien. Dat is wel heel leuk. Ook onderdeel. Bijzonder. Ja. Dat heb je ook maar mooi voor elkaar gekregen, Edwin. Ja. Vier keer per jaar nodigen we alle buren uit. Ja, en voor een hapje en een koffietje. En dan kunnen ze een rondleiding krijgen. Ja. De eerste paar keer werd daar wel redelijk gebruik van gemaakt. Ja, op een gegeven moment iedereen heeft het wel gezien. Ja. Dat is prima. Maar dan ook niet zo spannend meer. Privé 06 nummer onder de brief. Van als er wat is, laat het me alsjeblieft weten. Dan wellicht dat ik er wat aan kan doen. Ja, ontzettend kicken. Ontzettend kicken. Je had het over hoe je zeg maar altijd een fervent cannabisliefhebber bent geweest. En ook graag kweekte. Wat kweekte je graag? Wat was jouw jouw MO, om het zo te zeggen? Ja. Ik ben, denk ik wel... Ik heb altijd wel indica-soortjes. Ik ben echt een hartsliefhebber. En ik kan niet goed tegen hees. Dat vind ik wel leuk. Ik noem het de nieuwe strains. Dat is bijna allemaal hybride. En dat vind ik wel lekker. Maar echt de heesjes en dat soort... dat is niks voor het. Ik ben volgens mij wel begonnen met White Widow te kweken.
En dat blijft allemaal, dat strekt ook niet zo. Ja. En ik kweek alles onder led. En nou ja, wat ik je net al even zei, de popcornetjes en het knipafval, ja, daar maakte ik dan wel hars van. Ja. En dat rookte ik dan zelf graag. En de wiet die ging naar vrienden en daar kocht ik ook wel eens een plukje van. Het is allemaal verjaard, hè, mensen. Dit is allemaal niet meer van deze tijd. Dus, ik moest natuurlijk ook stoppen. Dat kan gewoon niet meer. Als coffeeshophouder kan je niet dat soort dingen doen. Nee. Want, ik zou het liefst mijn tuin vol zetten. Ja. Maar dat kan gewoon niet. Je ligt onder een vergrootglas. Ja. Heb je dat al gemerkt in het afgelopen anderhalf jaar? Ja. Mensen zijn echt verbaasd bij de gemeente. Als je de eerste keer bij de gemeente binnenkomt, dat ze... Ben jij van de koffieshop? Oh, en dan zie je echt een soort van zucht van verlichting. Oh, maar het is een normale gast. Het is gewoon een normaal... En er is een vrouw bij... Weet je wel, dat is wel prachtig natuurlijk. Die hadden een Mercedes S-klasse en tattoos in het gezicht verwacht en een gouden ketting. Generaliserend, als je een S-klasse rijdt en een gouden ketting om je nek hebt met tattoos in het gezicht, ben je misschien ook nog steeds een coole guy. Hè? Ik bedoel, daar niet van, maar dat is de verwachting die sommige mensen er dan bij hebben. En dan zien ze, maar het zijn normale mensen. En dan praten ze, want dat was ook wel heel leuk, die burgemeester die wij toen hadden, die in de eerste instantie gewoon echt tegen was. Die sprak ik toen wij uitgenodigd werden omdat we die tender wonnen. En die zat een beetje vijandig te kijken. En ik stelde mij eigen voor en Anne stelde haar eigen voor en we maakten een praatje. En je zag hem eigenlijk ontdooien. En na een paar vragen gesteld te hebben, die konden we beantwoorden. En na een kwartiertje zei hij van, ik wil jullie bedanken. Hij zegt, ik moet nu verder. En hij zegt, als er wat is, dan kan je een beroep op me doen. En dat hebben we gaandeweg het proces echt nog een paar keer gedaan. Hij heeft ons echt geholpen en dat is zo tof. En toen gaf hij later ook aan van, ja, maar ik ben niet tegen cannabis, maar ik ben tegen het beleid nu. Want aan de ene kant ga jij het verkopen, aan de andere kant moet ik huizen sluiten omdat daar gekweekt wordt. Hij zegt, en dat voelt zo naar en dat voelt zo dubbel. Dus ja, hij stond daar gewoon anders in, wat natuurlijk heel begrijpelijk is. Ja. Maar goed, wij zijn daar toen toen we dat die tender gewonnen hadden, zeg maar, of die aanbesteding gewonnen hadden, zaten er vier mensen tegenover ons. Nou, we zijn serieus anderhalf uur doorgezaagd. Het is echt niet te geloven. Het was echt een kruisverhoor. En uiteindelijk moet je dan echt door je enthousiasme en je passie en dan ontdooi je ze langzaam maar zeker. En nu is dat ook goed. We hebben echt een leuke band met de gemeente. Dat is echt, ze laten ons ook gewoon echt met rust. Ja. Maar dat was niet vanzelf. Dat was, en dat is bij de bank precies hetzelfde. Rabobank, ik ben daar met mijn advocaat. Ze wilden niks. Nee, ik krijg maar een rekening als coffeeshop ondernemer. Of cannabis ondernemer. Ik ben 4,5 maanden bezig geweest. In het begin kon je alleen contant betalen bij ons. Omdat we hadden geen ping. Je had gewoon geen bankrekening. Nee, dat was vreselijk. Hoe betaalde je personeel? Ook cash? Nee, we hadden wel een bankrekening. Maar voor die pinapparaten, daar heb je weer een nummer voor. Koffieshop, moeilijk. Dus dat was vreselijk. En zeker in het begin zei de Rabobank van, ja, nee, maar dat gaan we niet doen. Een koffieshop en hoog risico. En ik zei, ja, maar ik wil het gesprek aangaan. En ik wil niet via mail. Systeem dat waar je tegenaan loopt. Je wil gewoon menselijkheid. Ja. Je wil het systeem veranderen. Mijn advocaat meegenomen. Ik heb samen met Anne gegaan. En we zijn met z'n drieën naar het hoofdkantoor gegaan. Nou, met heel veel gedoe kregen we daar een gesprek. Nou, ook weer vier mensen tegenover ons. Ja. En ons verhaal gedaan. En gezegd van, ja, weet je, dit vinden we gewoon belangrijk. Gewoon praat met elkaar en kijk gewoon wie is de mens achter die shop. En dat ging niet vanzelf, maar ook daar is het wel gelukt. En nu hebben we gewoon een hele goede band. En kijk, dat contant geld, dat blijft natuurlijk een probleem. Maar ze zijn wel, zelfs de Rabobank is echt wel bereid om ons te helpen en mee te denken. En dat was in het begin was dat echt niet zo. Maar dan heb je ook wel echt je eigen volhardendheid en toewijding aan te danken. En dat, never give up. Never give up. Gewoon, en dat blijkt maar weer dat een nee, vanuit het systeem. Kijk, als een meisje nee tegen je zegt, later gewoon. Maar een nee is niet altijd een nee. Ja. Een nee kan soms gewoon een automatisch antwoord zijn vanuit een systeem dat jouw vraag niet begrijpt. Ja. En, en weet je wat nog erger is? Dat je geen antwoord krijgt. Ja. Dus dan is het nog niet eens een nee.
Ja, nee, dat gaan we niet over. Nee, nee, dat en gewoon niet reageren op mails of op... En ik zie dat nu ook nog steeds. Ja? Ja, mensen zijn echt bot. Dan word je gewoon niet serieus genomen. Mis, nee, maar wees een beetje lief voor elkaar. Ja. En, hè, dat is echt wel iets wat, wat we weer een beetje moeten gaan leren, volgens mij. Ja, ja, ja zeker. Ik moet toch, als ik jou spreek... En toen ik laatst met Maurice zat, moest ik ook heel veel aan jou denken... Want hij heeft een beetje hetzelfde karakter van daarin. Ja, dat jullie het goed met elkaar kunnen vinden, snap ik heel goed. Want hij heeft dezelfde drive een beetje als jij. En heel veel mensen reageerden op zijn idee van Coffeeshop Stoners Paradijs in Nunspeet. Maar dat gaat hem lukken ook, daar ben ik van overtuigd. Het gaat hem lukken. En dat is dus het ding van... Heel veel mensen reageerden van... Oh, dat is onmogelijk. Of dit is onmogelijk, dat is onmogelijk. Of vergeet het maar. Ik laat alles weer vallen, fuck. Vergeet het maar. Maar met die instelling is sowieso onmogelijk. Dus voor jou is het onmogelijk als je dat denkt. Ja. Voor jou is het onmogelijk. Forget about it. Maar voor mensen die denken... Nee man, we gaan het gewoon laten lukken. Ja. Voor hen is... Alles mogelijk. Voor mensen zoals Edwin, voor mensen zoals Maurice, voor mensen zoals ik. Sky's the limit, maat. Ja, ja. We bedenken het en het gebeurt. Omring je met goede mensen. Bereid je goed voor. Kijk, en gewoon niet opgeven. Kijk wat die man allemaal voor elkaar krijgt, joh. Ja. Gewoon een coffeeshop die gewoon met rust gelaten wordt door de gemeente. Die onderdeel is van de winkeliersvereniging. Ja. Serieus wordt genomen daar. Ja, we zijn onderdeel van de maatschappij. Maar ik vind een coffeeshop is ook echt een onderdeel van de maatschappij. Wij zijn onderdeel. Wij zijn een essentiële winkel. Ja, echt. En vervullen een enorme sociale functie. Absoluut. Iets wat heel erg vergeten wordt in het nieuwe systeem. Ja. In de afhaalshops en we hebben het gezien in de coronatijd dat de shops allemaal dicht gingen. Dat er mega rijen overal voor de deur stonden. Ja. En dat was alleen al voor het halen van de producten. Maar je merkte ook gaandeweg dat heel veel mensen hun sociale contactmomentje van de dag of van de week verloren. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik bij MZM Genetics werkte. En ik in mijn pauze eventjes de shop inliep om met mijn collegaatjes daar te praten en noem maar op. En dat er gewoon komt een vrouwtje van een jaar of 60 aan de balie. En die jongen van 23, 24, die vraagt van... ben je weer terug van vakantie? En het vrouwtje, nee, was heerlijk, maar toch blij dat ik weer terug ben. En jullie allemaal gemist. En dat je gewoon op dat moment beseft van fuck, dit is haar... leven. Dit zijn haar mensen. Dit is gewoon een uitje. Haar uitje, haar contactmomentje van de dag is dit. Ja. En dat was in dit geval een 60-jarig vrouwtje. Maar zo zijn er ook 27-jarige vrouwtjes of 23-jarige gassies. Ja. Die alleen maar in die shop gewoon even serieus worden genomen als mens. Ja. Omdat ze toch al wel rondlopen met het idee van ja, ik als blower word niet serieus genomen. Of ze worden echt letterlijk niet serieus genomen. Vaak ben je ook nog eens de paria in je familie. Weet je wel, als je bloot. Want die met je stinken, jantjes, ga maar even een stukje verderop staan. Ja, hoor. Dat vind ik ook echt bizar. Als je op een verjaardag bent of op een feestje bent of zo. Weet je, niemand kijkt er gek van op als je 6 glazen wijn achterover tikt. Of een sigaar opsteekt. Of nou ja, dat is noods inderdaad een sigaar opsteken, wat ik trouwens ook heel lekker vind hoor. En ik vind een drankje vind ik ook heerlijk. Ja, ik maar ook als ik dan een jointje opsteek, ja, dan wordt het toch altijd wel een beetje vreemd gekeken. En we hadden afgelopen jaar een nieuwjaars... met oud en nieuw waren we buiten een hele grote groep. En daar stonden echt... Wij stonden lekker blootjes te roken. En dan zie je toch mensen uit de buurt. Want dat was een buurtborreltje met elkaar om 12 uur. En dan zie je mensen echt kijken dat je denkt van... Hey, zo bah, dat hij staat te blowen. Gadver, weet je wel, dat is eng. Ja, ja en daar moeten we gewoon vanaf. En ga je dan dat gesprek aan? Half zat, ja zeker. Ja. Half zat met een glas champagne in zijn hand. En dat maakt allemaal niet uit. Dat kan allemaal. Ja. Nee, we gaan zeker het gesprek aan. Zelfs Anne ook. Met de kinderen op school. Met de juffrouw op school. En dit jaar een nieuwe school. Nou ja, dan Anne die zegt het wel. Van, ja, weet je, ik werk in een coffeeshop. Of wij hebben een coffeeshop. En gewoon puur omdat het... Uiteindelijk komt het toch wel uit. Ja. Want het is natuurlijk toch nog heel spannend. Heel veel mensen vinden het spannend. Dus
Ja, dus ik ga er niet omheen zitten draaien. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar zeg je dan niet dat je een horeca, dat je een horecazaak hebt of zo? Nee, ik heb een coffeeshop en daar ben ik trots op. Ja. En het is ook zo dat als je mensen het uitlegt, dan zelden of nooit krijg ik echt negatieve reacties. Nee. Nee. Misschien dan, nieuwsgierig. Oh, ja, ik heb er niks mee. Ja, maar dat mag. Ja, prima. Prima, tuurlijk. Maar het is maar dat je het weet. En ja, weet je, wij zijn gewoon hele leuke, gezellige mensen. En ja, dat zijn de blowers over het algemeen. Want bij ons is er nooit ellende. We zijn 1,5 jaar open. Nou, we hebben een keer een mopperend iemand gehad voor de deur omdat hij zijn ID niet bij zich had. Maar dan hebben we het dan een beetje gehad. We hebben 2 mensen gehad die van hun kruk afvielen omdat ze een beetje te sterk spullen hadden gerookt. Maar that's it. Ja. En dan denk ik, ja, moet je eens in een kroeg. Ik ben ook echt wel een kroegenmens. Maar altijd ellende. Altijd ellende. En ja. dat vergeten mensen. Ja. Dan denk je, ja, de mensen nee. Want dan horen ze, ja, er komt een coffeeshop in mijn wijk. Gelijk grote paniek. Dan denk ik, nee, weet je wat je moet hebben? Je moet een café in je wijk hebben. Moet je dan eens kijken. Ja. Dat is 10 keer erger. Ja. Ja. Bij ons, het zijn allemaal zulke... Ik durf mijn handen in het vuur te steken voor mijn klanten. Die zijn allemaal zo relaxed. Ja. Een tevreden roker is geen onruststoker. We zeggen het al jaren. Ja, absoluut. Ja, het is ook iets wat ik ook heel veel zie. Soms gaat er een clipje van ons viraal. En dan komen daar allemaal mensen onder die misschien niks met cannabis hebben. Dus onze content sowieso niet tof vinden. En die gaan dan ranten over hoe slecht cannabis wel niet is. Ja, jongens, weet je, kijk, als je kijkt dat het 114 keer minder schadelijk is dan alcohol, dan zou je eigenlijk dit gedrag eventjes moeten oppakken en parkeren bij de slijterij of bij de plaatselijke kroeg. Ja. Dat zouden wij dan ook niet per se tegenhouden. Weet je wel? Het is echt, wat dat betreft, de consensus. En dan hebben we dan niet eens op de medicinale werking gehad, hè? Nog niet, ja. Het stichtingmodel wat we hebben. Uiteindelijk de winst die wij maken in ons beleidsplan staat dat we de winst in de eerste instantie mogen gebruiken voor verbetering van de organisatie. En dat we daarna innovaties mogen doen met het geld wat we met de winst. En wat er overblijft gaat naar goede doelen. En dat is een behoorlijk bedrag. Wat er jaarlijks naar goede doelen gaat. Nou, een van die goede doelen is dat wij onze medicinale gebruikers 40% korting geven. Als medicinale gebruiker een doktersverklaring kan overhandigen, waarin staat dat jouw dokter of jouw huisarts akkoord is met het gebruik van cannabis, of dat je er baat bij hebt, of nou ja, dat mag vrij breed zijn, maar dat willen we wel. Dan krijg je 40% korting op je pasje. En dat is voor een jaar lang. En dat is op bijna alle cannabisproducten. Op 95% van de cannabisproducten die wij op de kaart hebben, geldt die 40% korting. Waarop dan niet? Soms op de kalies. Ja, omdat we zeggen van ja, weet je, medicinaal gebruik is dan een normale strain minder goed dan een kali. En die kalies zijn echt ook qua inkoop behoorlijk prijzig. Dus we hebben gezegd van nou, daar doen we het niet op. Maar als je dat dan wil, dan betaal je maar een keertje volle map. Dan betaal je gewoon de volle prijs. En dat doen ze ook hoor. Ja. Maar ja, 40% korting, dat is bijna de helft. Dat scheelt echt hoor. En ben ik even blij dat ik patiënt ben. Ja, we hebben er heel veel. En ik moet zeggen dat hoeveel procent van jullie klanten is medicinaal gebruiker? Op dit moment een kleine 3. 3%? Ja. Maar dat is in 1,5 jaar. En we mogen natuurlijk op geen enkele manier reclame maken. Nee. Dus dat wordt wel gestaag, wordt dat meer. En ik moet zeggen dat ik niet verwacht had. Kijk, tuurlijk weet ik dat cannabis medicinale eigenschappen heeft. Maar dit is mooier dan dat ik gedacht had eigenlijk. Er zijn mensen met clusterhoofdpijnen die er baat bij hebben. Mensen met fantoompijn, dat is ook eigenlijk zoiets. Dat had ik nooit bedacht. Maar mensen met fantoompijnen, die hebben daar zo. Hè, dus een ledemaat missen door een ongeluk of iets dergelijks. En die daar dus nog steeds voelen. Ja, gewoon. Die nog steeds pijn in hun been hebben of in hun arm hebben. Terwijl dat ze die niet meer hebben. Dat is heel raar. Dat is ziek. Daar hebben ze echt, die hebben echt baat bij cannabis. Ja. We hadden het er net kort al even over. Hè, dat cannabis een middel is. Er zitten stoffen in die helpen heel veel dingen in je zenuwstelsel te reguleren, zeg maar. Ja. Waardoor het gewoon je lichaam in staat stelt om beter met zichzelf te communiceren. Ja.
En dat helpt bij heel veel. Natuurlijk, heel veel mensen. Je hebt veel mensen die zeggen: ja, maar ik slaap heel slecht en ik wil geen slaapmedicatie. Nou, daar weet eigenlijk iedereen wel van dat cannabis daar een remedie tegen kan zijn. Maar er zijn echt veel meer mensen met chronische ontstekingen, met reuma. En dan is het wel heel tof als je merkt dat die mensen er echt baat bij hebben. En ja, dat is dus ook weer dat pasjesysteem. Wij kennen iemand komt binnen, we maken zo'n pasje voor hem aan, we kennen zijn voornaam. Dus je bouwt eigenlijk al vrij snel een soort van band op met je klant. Ja. Nou ja, en dan kan je dus ook vragen van, ja, maar hoe is het? Gaat het goed met je? En vorige keer heb je een gumbo heb je genomen. Bevalt dat goed? Ik heb iets wat erop lijkt. Of weet je, je kan met elkaar een beetje gaan kijken van, ja, maar wat werkt goed voor jou? Ja. Gaaf hoor. Ja, dat is echt heel leuk. Het is natuurlijk wel. Het blijft natuurlijk tricky om cannabis als medicijn te gaan bestempelen. Je kan ook heel moeilijk aangeven in de shop van, ja, deze soort helpt bij dit of deze soort helpt bij dat. Wij zeggen heel duidelijk: cannabis is geen medicijn, althans nog niet. En niet in Nederland. Het is een symptoombestrijder. En dat is. Er is dat dus is wel medicinale cannabis in Nederland. En er zijn dus 5 aandoeningen in Nederland die bestempeld zijn als aandoening waarbij cannabis helpt. Ja. Hè, dat is de misselijkheid bij chemotherapie. Dat is chronische pijn waar andere pijnmedicatie niet tegen helpt. Ja. Dat is volgens mij epilepsie. Ja. En nog wat. Maar dat zijn wel dan bestrijd je de symptomen. Je lost het probleem en in principe niet mee op. Klopt. Dat geeft niet, maar dat is wel heel duidelijk wat wij ook zeggen. Ja. Op onze website staat, weet je, wij zijn geen arts. Nee, wij willen ook altijd dat je het met je arts bespreekt. Daarom is die doorverwijzing ook belangrijk. Maar we zien wel gewoon dat mensen er baat bij hebben. Ja, ja, en mensen zoeken toch naar een alternatief op Bedrocan nog steeds. Ja, er zijn veel mensen die bij ons komen die zeggen van, ja, die Bedrocan, niks te nadeel van Bedrocan verder, maar ja, die mensen... Gaan we weer. Ja. Patrick zit alweer te lachen hoor, achter de laptop. Die denkt, godverdorie, gaat ze weer. Gaat hij weer over Bedrocan? Nee, het is gewoon troep. En alles wordt getest natuurlijk door Greg. Hè? Ik heb natuurlijk in je vorige podcast... Ja, jij hebt ook Greggy, hè? Ja, fantastisch. Ja, dus mensen vragen mij waar... de ambassade, dat is er dus zo een. Alles wordt bij ons getest. Al koop ik maar een kilootje van iets, dan wordt het getest. Ja, en hij is duidelijk, hè? Als afgekeurd wordt, dan biem, gaat het eruit. Ja. Wat ik heel tof vind, Greg, toen ik hem pas leerde kennen, toen zei hij van, als ik iets afkeur en jij legt het toch in je winkel en ik kom erachter, doe ik nooit geen zaken meer mee. Ja. En dan denk ik van, hey, maar dat is passie. Ja. Die man heeft ook passie voor zijn vak. Dus ja, dat vind ik echt wel leuk. En heb je wel al afgekeurde badges moeten van IH? Ja. Nou, niet echt hoeven vernietigen, want dan neem ik het gewoon niet. Dan koop ik het gewoon. Ja, oké. Okay, ja. Maar ik heb het er wel een keertje gehad dat ik het al wel gekocht had. En dat ik het heb weggegooid. Ja. Ja. En dat is dan zo. Er was gelukkig niet zo heel erg veel. Deed dat geen pijn? Ja, tuurlijk doet het pijn. Ja, ja. En ja, je moet je dan ook serieus afvragen hoeveel mensen of hoeveel shops zouden het vergruizen door de joints stoppen bijvoorbeeld. Weet je? Maar... Ja, wij zijn er heel strikt in. Alles wordt getest als het niet goed is. En we hebben ook die afspraak met onze leveranciers. Ja. Vaak is het heel snel. Ze zeggen van, ja, maar neem het gelijk van me af. Prima, neem het gelijk van je af. Maar als het niet goed is, geef het terug. Kom er terug. Ja, dan gaat het terug. En dat, dat is ook wel goed. Je weet ook wel, op een gegeven moment, wij hebben leveranciers nu. We hebben er een aantal. En daarvan weten we gewoon dat 98% goed is, wat daar vandaan komt. Ja. Maar je komt het... ik had laatst nog een white truffle. Echt een waanzinnig mooi soortje. Ja, er zat schimmel in. Ja, ja. Dan houdt het op. Ja, zeker als je mensen hebt die op medicinale basis bij je komen en die dus al daarin sowieso recreatief kwetsbaar ook zijn. Ja, tuurlijk. Ja, recreatief ook. Moet ook gewoon schoon zijn. Het moet eigenlijk een vanzelfsprekendheid zijn dat het schoon is. Dat vind ik echt... ik zou persoonlijk niet zo snel meer iets kopen waarvan ik niet weet dat het of waarvan ik weet dat het niet getest is. Ja. En ook qua hash. Want je komt ook qua hash. Nou ja, je hebt het natuurlijk met Craig besproken in je vorige podcast. Ja. Maar houtschaafsel. Wij hebben het ook gehad in een rode Libanon. Ja, ja, zat houtschaafsel in. Ja, Craig, nou ja, zonde. En ik vond hem hartstikke lekker.
Dus je hoeft het dus niet altijd te proeven, hè? Nee. Nee. Ik vond hem hartstikke lekker. Nee, tuurlijk. Er wordt ook heel goed mee gedokterd. Die mensen doen misschien ook hartstikke lang, hè? Gewoon, iedereen wordt opgelicht. Ja. Dus, nou ja, dat. En wat ik ook belangrijk vind met dat testen, is dat wij ook wel een bepaalde consistentie willen. Dus onze amnesia is altijd ongeveer van hetzelfde cannabinoïde profiel. Onze supermarok, dat is ook gewoon standaard een vast. En onze superpollen, dat zijn twee dingen die we altijd vast op de kaart hebben. Ja, dat wisselt wel eens in kwaliteit. Maar dan koop ik een andere kwaliteit, maar dan pak ik de testresultaten erbij van die twee. En dan kijk ik, en als het te ver afwijkt van wat ik had, dan neem ik het, dan of ik neem het niet, of ik noem het anders. Want dan is het dus blijkbaar niet dat. Dan is het niet dat. En als ik twijfels heb, dan bel ik Craig. Zeg ik, hey Craig, ik heb hier een soortje. Wat vind jij? Verkocht als een White Widow, maar ik geloof niet dat dit een White Widow is. Nou, Craig is natuurlijk ook daar wel. En we roken het en we kijken zelf ook goed. We laten niet alles aan één iemand over. We hebben meerdere soorten. Paneltje. Ja, maar het is wel heel leuk om dan te kijken van ja, maar wat is het dan wel? Ja. En een Lemon Haze, ja, weet je, ik vind het moeilijk. Een Amnesia Haze, een Silver Haze, een Lemon Haze. Dat is best lastig uit elkaar te houden. Zeker. En dan zie je, als je dan die testresultaten naast elkaar legt, ja, dan zie je het wel, dan zie je zeker. Nee, maar, ja. Ja, maar dit is lemon, dat is overduidelijk. Ja. Hey, maar dit is zilver, dat is overduidelijk. Dus het is niet alleen maar dat je kan laten zien dat het schoon is, maar je kan ook wel een soort van garanderen dat het is wat je verkoopt. En dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Want je hebt shops, daar staat, daar is Superpollen de ene week fantastisch. En dan kom je twee weken later en dan denk je, nou, maar dit is niet wat ik twee weken geleden gekocht heb. Ja. Weet je? En dat, ja, we hadden het er net ook even over. Hè? Het onderscheid maken tussen verschillende soorten is gewoon heel moeilijk. Mm. Omdat er veel overlap zit in veel strains. Ja. En dan gaat het om die nuances. En dan moet je echt getraind in zijn om die nuances te gaan vinden. En ook heel veel verschillende dingen hebben geprobeerd en gezien. Ja. Om dat dus te gaan koppelen aan. Hè? Maar dat trekt voor mij meer naar dat. En ja, precies. En ik leer nog elke dag. Het is fantastisch. Ja. We keken net ook een beetje naar dit wat we hier hebben. Ja, en natuurlijk, het heeft allemaal zo'n kalligeurtje. Ja. Om het eventjes te generaliseren. Maar je merkt wel, die Blue Basquiat is iets cakeier. Die Japanese Yuzu, die heeft iets meer die tangy-achtige citrus terps. Deze heeft echt een zoete ronding. En dat is met die am en die lemon en die zilver. Ja, een beetje bubbelachtig inderdaad. En die zilver en die am en die lemon, die hebben ook van die nuances. Het is allemaal hazy, want het heeft allemaal een beetje dezelfde basis. Ja. Maar je merkt toch, die Amnesia, die heeft een bepaalde zoete ronding. Ja. De lemon is heel citrus, heel erg citroenig. En die zilver is heel erg piney, echt heel fris en bijna geen citrus erin. Nee. Ja, dat zijn van die mini nuances, daar moet je echt heel scherp op zijn. Dat is ontzettend lastig soms. En dat is wel leuk. Ik heb een aantal vrienden uit de scene die daar nog meer verstand van hebben als ik. En dat is wel heel leuk om het dan samen over te hebben. Daar kan ik uren, bijvoorbeeld Patex. Daar kan ik uren mee kletsen. Petje Stevens. Ja, Petje. Ja. Ja. Dat is echt heel... die gozer, dat is ook zo'n wandelende encyclopedie. Ook echt een nerd. Ja. Net als wij. Ik hou ervan. Ja, ik ook. Met dat soort mensen kan ik uren praten. Ja, te gek. Ik vind het jammer dat hij er niet was. En laat je ook niet misleiden door de THC-gehalte, weet je. Mensen, dat is nog... Bij ons in de shop, dan zeggen ze, ja, maar de sterkste. Ja, wat de sterkste? Maar met de hoogste THC-gehalte. Ja, maar dat is het niet. Daar ga je niet het stoonst van worden of het highest van worden. We hadden een soortje met 4% THC erin. Nou, daar ben je een partijtje stoond van. Ja, 4%. En dat was wat was het in die strain, denk je, dat je zo stoned maakte? Had het veel CBN? Had het veel CBG, CBC? Ja, CBN denk ik. CBN. Oud soortje een beetje. Ja, het wat gecureerde soortje. Ja, dat denk ik ook. Het was een Portugees soortje. En want ik vind het ook wel heel leuk. Ja. Shout out Portugal. Ik weet even de naam niet meer. Het was Mellow nog wat. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet Mellow.
En als je er geen verstand... En gelukkig, onze medewerkers... Hè, die zijn eigenlijk net zo gepassioneerd als ik. Dus die medewerkers... We hebben ook een appgroep waarin we met elkaar nieuwe soortjes... ik maak een soort verhaaltje over een nieuw soortje... waarin ik dus uitleg van... dit is een beetje de uitkomst, dit is een beetje de werking. Komt de reclame man in Edwin weer naar boven? Ja, natuurlijk. Ja, dat wel. Maar... Ja, als je er geen verstand van zou hebben, dan zou zo'n medewerker zeggen... Oh, u bent beginner? Nou, dan moet u die hebben. Ja, 4%, de mellow, 4%. Mellow, ja, nee. En dan zit je... Ja, dat werkt niet zo, inderdaad. Nee, dus ja, goede medewerkers is echt belangrijk. Goed team. Ja. Maar ja, daar hebben we het ook eerder over gehad. Goede mensen om je heen verzamelen. Dat is zeker. Echt, ja. Alleen ga je het sowieso niet redden. Nee. En alleen met goede mensen om je heen kom je een beetje vooruit in deze wereld. En zeker in de cannabis is het gewoon heel belangrijk. Want heel veel klanten, consumenten, gasten zijn niet educated enough. Of die hebben heel veel van hun kennis opgedaan van horen zeggen en verhaaltjes. Ik bedoel... Ik weet vroeger nog, er waren mensen die zeggen... ja, je moet cola bij je planten doen, dan worden ze zoeter. Ja bro, of mango thee. What the fuck? Ja. Ja? Ja, als je ijs die erbij doet, gaat het dan persik smaken. Broer, ja. Je bent gek. Ja. Dat soort dingen. Ja. Er zijn zoveel van dat soort broodjes aap-verhalen... Ja. Die de ronde nog steeds doen. En... Ik hoor het ook wel eens in coffeeshops, weet je wel. Ik was laatst in een shop, ik zal niet zeggen waar. Het meisje die zegt, ja, deze hash is verslavingsgevoeliger dan die hash. En ik denk, hè? Waar heb je het over? Waar heb je het over, meisje? Ja. Ga naar huis. Alsjeblieft. Ja. Gelukkig gaan die mensen binnenkort op cursus, weet ik. Dus gaat het hopelijk goed komen. Ja, maar cursus, weet je, verdiep je. Maar ik vind het ook, dat ben je ook verplicht. Dat ben je ook verplicht, dat je weet wat je verkoopt gewoon. En gelukkig, als je goede mensen hebt, die vinden dat helemaal niet naar. Die vinden dat geweldig om daar meer over te weten. Ik spaar cannabisboeken, alles wat met cannabis te maken heeft. En ik heb ondertussen echt een behoorlijke bibliotheek. Ja, die boeken, ik heb mijn naam erin geschreven, want die boeken zijn constant uitgeleend. Want het is echt, er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden. Ja, je hebt gewoon op kantoor een cannabisbibliotheek voor je medewerkers. Ja. Dat is kicken. Ja. En altijd wel, ik heb pas laatst weer een boek gekocht. Want dat is natuurlijk het voordeel dat het in veel staten in Amerika gelegaliseerd is. Hè, ik heb toch nog steeds een marketing hart. Ja. Er zijn gewoon boeken die speciaal gaan over marketing in de cannabis in Amerika. Ah, dat vind ik prachtig. Of hoe zet je een cannabisbedrijf op? Daar zou ik ook wel eens een boekje van willen lezen. Ja, dat zijn boeken. Dat vind ik leuk. Die van marketing in de cannabis, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat is echt leuk, ja. Ik zag er daar ook al eentje liggen, volgens mij. Million dollar startup met allemaal wietblaadjes op de cover. Ja, ja. Dat is super kicken, maat. Ja, ze liggen overal. Ja. Super kicken. Ja, als je erin verdiept, dan weet je er wat over. En dan kan je er wat over vertellen. En dan is het ook... dan kan je er ook wel van... Als het in zo'n boek staat, dan kan je er ook een klein beetje van uitgaan dat het zo is. En tuurlijk, onze kennis wordt steeds... Hè, een boek van 10 jaar geleden is minder relevant als een boek van nu. En zeker met al die nieuwe soortjes en zo. Maar ik denk dat je... Er zijn zeker een paar bijbels wat dat betreft in de cannabisliteratuur. Ja. Hè, je hebt het boek van Ed Rosenthal, die gewoon nog steeds super relevant is... Je hebt een... Volgens mij is dat mijn eerste boek. Ja? Was dat mijn eerste boek, ja. En je hebt nog steeds The Emperor Wears No Clothes van Jack Heather. Weet je? Ja. Dat soort dingen, dat is... Het blijft een mooie geschiedenis hebben. En ik vind het tof om altijd met mensen te praten die er passie in hebben. En om te horen dat ook weer met mensen werkt die er passie voor hebben. En boeken willen lezen over cannabis en zo. Dat is echt een mooi iets. Hoeveel mensen werken er nu voor de ambassade? Hoeveel? 15. 15 mensen inmiddels. 15 mensen, ja. Ja. En wel grotendeels part-time. Ja. En ja, goed, dat is gewoon... We zijn echt gewoon wel echt een hecht team. Een familie...
Ja, bijna wel. Je kan het wel bijna familie noemen. Wij zijn echt heel erg op elkaar ingespeeld. En we zijn allemaal verschillende. We hebben een Pools meisje. We hebben wat oudere dame. Het is heel divers. We hebben boven in de productie hebben we mijn tante. En die is 71. Die doet mee. Weet je, het is echt heel divers. En dat maakt het zo leuk. Ook die medewerkers beneden. Het is zo divers. Dat is echt leuk. Ja. Echt een multicultureel ding ook. Maar dat is het is echt een verbinder. Ja. Brengt echt mensen samen van alle walks of life komen. Ja, zijn er stoners gewoon. Maar het is bijna als wij naar zo'n Jack Herrick Cup of naar zo'n High Life Cup, dan is het dan ontstaat er bijna ruzie van wie meegaat. Ja, weet je wel. Ja, jullie zijn vorige keer mee geweest. Nou gaan wij. Ja, dat is echt superleuk. En dan maken we er ook echt een uitje van. Ja. Ah, superleuk. Onze uitjes zijn sowieso echt zo leuk. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Leuk. En dat is wel echt wel, ook in deze scene, is wel anders als veel andere, als bijvoorbeeld de marketingcommunicatie. Daar had ik ook een fantastisch team met hele leuke mensen. Maar ja, de hele sfeer is gewoon anders. De branche is, dit is gewoon echt veel relaxter gewoon. Ja. Het is echt leuk. Veel meer mensen op mensen, zeg maar. Menselijkheid. Ja. Het is ook wel een kwetsbaar ding als je gewoon ook jezelf kan zijn rondom mensen, toch? Ja, dat is in de cannabis. Dat is precies wat je zegt. Ik inderdaad, mensen die blowen, die stellen zich een soort van kwetsbaar op. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de sfeer in de shop gewoon heel relaxed is. Ja. Dat als je daar gewoon lekker stoned zit te zijn, dat je je gewoon helemaal op je gemak voelt. Ja. En dat niks raar is, of dat niet mensen raar staan kijken, of dat mensen je weg staan te kijken. Ja, of weet je, gewoon dat hele chillen. Dat alles komt hard binnen ook gewoon, toch? Qua dat soort dingen. Tenminste, dat heb ik. Je bent heel erg in tune met de energieën om je heen en als je gesmokt hebt. En als je dan in een omgeving komt waar mensen zich niet op hun gemak voelen, weet je, als werknemers helemaal geen zin hebben in hun werk. En beetje chagrijnig lopen te doen tegen elkaar, tegen jou. En er hangt gewoon een rotsfeer. Maar dan word je heel niet lekker ongemakkelijk. Van. Nee, precies. Dus En heel veel mensen associëren nog steeds cannabis een beetje met die cultuur. Ook in de coffeeshops en zo. Heel veel van die donkere buurtshoppies en zo. Terwijl we veel meer naar dat open en vriendelijke model toe moeten. Ja. Gewoon eigenlijk van mensen zichzelf laten zijn. En gewoon dat is waarom ik nodig iedereen uit ook. Alle van de gemeente, mensen, iedereen die het wil zien. Kom alsjeblieft kijken, want zo kan het ook. En ik heb heel veel coffeeshops gezien. Ik ga overal langs. En er zijn absoluut nog heel veel andere hele mooie shops. Ik bedoel, ik heb fantastische collega's. Maar weet je, stel het open en laat raadsleden, laat mensen van de gemeente, heet ze welkom en laat ze zien. Want zij maken ons blij. Zij bepalen de regels van Nederland en of van je gemeente. En dan denk ik, onbekend maakt onbemind. En dat zie je ook wel bij die mensen. Die hebben geen idee. Laatst hadden we een wethouder en die had, ja, maar waar komt het dan vandaan? Hoe wordt het gemaakt, wiet? Echt ongelooflijk, dan moet je echt gewoon serieus blijven en niet lachen en zeggen en dan leg ik het met heel veel plezier leg ik het uit, dan het laat is ik dus het zien. Een plant. Ja, en het is puur natuur, het groeit en dit is hoe we het doen. En die dacht dat het met containers uit Mexico kwam. Ja, en als je dan denkt van zo iemand die schrijft beleid en weet je, dat kan. Weet je, ik ga hem dan ook niet belachelijk maken. Maar het is dan wel heel fijn dat hij de moeite neemt om bij ons te komen. En dat hij de moeite neemt om te willen begrijpen. Ja, om te willen begrijpen. En wij moeten dan zorgen dat we daar serieus mee omgaan. En dat we hem alles laten zien. Ja, die man, ik heb er nu nog wel eens contact mee. Leuk. Gewoon even via mail. En die man heeft in een dag heeft hij heel veel geleerd erover. Dat is hartstikke leuk. Gaaf. Ja. Je had het net over andere shops. Waar je dan wel een goede band mee hebt of bevriend mee bent. Ja. Wat zijn shops die jou hebben geïnspireerd voor het concept van de ambassade? Zijn er bepaalde shops die zeggen, daar heb ik echt... Wat ik wel heel tof vond. Sowieso natuurlijk Columbus in Harderwijk. Ik vind de bovenstad in Gorinchem ook een ontzettend leuke shop.
Zo'n leuke vibe. Dat ook nog steeds een keertje naartoe. Ah, dat is zo leuk. Ja, ja. Leuk gesprek gehad met de eigenaresse. Ja, de eigenaresse is een fantastische vrouw. En ook echt met heel veel passie en heel veel enthousiasme. En ook een heel leuk team. Ik ben er het weekend nog even geweest. Gewoon even van bakken. Oh. En zij was er zelf niet. Maar nou ja, de medewerkers ken ik ondertussen ook een beetje. Nou, we gaan wat van bakkie doen. Leuk. Hartstikke leuk. Ja, wat ik heel tof vond is dat Dizzy Duck en Kremers, dat waren wel een beetje mijn voorbeelden. Ja. En dat ik dan in de High Life Cup, dat ik dan daartussen mag staan. Ja, het podium delen met die jongens. Ja man, dat was heaven. Dat was echt zo leuk. Van, ja, en, maar dan ook gewoon dat Gerard en Tara gewoon naar me toe komen en me gewoon feliciteren. Ja, en dan gewoon oprecht ook blij zijn voor mij dat ik een prijsje heb gewonnen. Ja, dat is zo'n gave cultuur, jongen. Dat is Den Haag, leuk. Man. Dat is zo'n gave stad, jongen. Die cannabiscultuur daar zo, dat is echt anders. Ik wil echt geadopteerd worden door Den Haag. Aga, neem mij. Ja. Alsjeblieft. Ja. En Secret House, of wat is het? Secret Farmers. Secret Farmers, dat vind ik ook heel erg leuk. Zijn ze ook super aardig. De Canna Club vind ik ook echt wel heel leuk. Maar ja, Kremers heeft ook wel een speciaal plekje in mijn hart. Dat was wel ook wel... niet voor niets ook. Nummer 1 shop geworden van de Jack... De afgelopen Jack Herrer. En ja, ik moest even Shout slikken, want ik had heel erg gehoopt dat ik hem zou winnen natuurlijk. Ja. Maar ik gun het ze van harte. Het is het model wat Gerard daar neerzet, dat je gewoon hele goede wiet kan halen en daarna lekker... Ook alles getest. Ja. Daarna ga je daarnaast lekker zitten. Kan je burgertje eten, biertje drinken. Ja. 30 biertjes op de tap. Ja. En een jointje roken, precies daar. Dat is gewoon... Als wij naar Den Haag gaan en wij houden heel erg van stedentripjes... dan gaan we ook altijd even langs. Ja, echt heel leuk. Ja, nou ja, dus dat waren wel dat zijn wel een beetje mijn voorbeelden. En, ja, het gaaf. En dan noem je er ook wel echt een paar, hoor. Dat zijn echt wel maar dat is ook. En daar kunnen we ons nou een klein beetje, dat zeg ik wel heel nederig, maar daar kunnen we ons wel een heel klein beetje mee meten nu al. En dat is natuurlijk wel heel super. En dat ligt niet alleen aan mij, dat ligt aan het hele team. Dat doet het hele team, dat doen we echt met elkaar. Ja. Met elkaar zijn we gewoon bezig om dit naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. En echte ervaring voor de blower neer te zetten. Hey, en... Je had het net over dat je misschien wel meerdere ambassades zou willen hebben. En dingen naar een nieuw niveau tillen. Zou je ervoor openstaan om een ambassade te openen in een van de wiet-experimentsteden? Want Zwijndrecht doet niet mee. Ja, nee, Zwijndrecht doet niet mee. Daar ben ik persoonlijk dan ook wel weer een beetje blij om, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dat je toch mijn wel persoonlijke van... mening natuurlijk. Maar want ik heb een hele leuke band met mijn leveranciers. En ik zou het toch echt heel jammer vinden wat ik in 1,5 jaar opgebouwd heb met mijn leveranciers. Dat ik dan moet zeggen, jongens, nee, ik mag niet meer bij jullie inkopen. Plus dat ik ook wel echt wel vind dat er heel veel moois te koop is nu. Als je maar goed zoekt en als je maar goed kijkt. Maar aan de andere kant, ja, dat wiet-experiment, het is onomkeerbaar. Dus we moeten er toch aan geloven. En ik had gisteren een vergadering bij de PCN. En daar waren toen een aantal kwekers. Een aantal telers. En wat ik dan ook wel weer heel tof vind, is dat zij ook met zoveel passie spreken over wat ze aan het doen zijn. En dan, dat werkt dan ook wel weer aanstekelijk. Dus ja, ik zou daar wel, moesten wij daaraan meedoen, nou, dan zou ik dat ook wel met open armen, zou ik ze dan ontvangen. Maar ja. Ja, veel mensen gaan toch voorbij aan het feit dat er gewoon ook legacy mensen worden betrokken bij die experimentelers nu. Dat heeft mij gisteren ook, dat werd gisteren echt wel weer benadrukt. En er is natuurlijk een hoop kennis uit Amerika wat hier binnengebracht wordt. En ook het feit dat je bepaalde zaken kan. Soort van kan personaliseren of exclusief van maken. He, mensen hebben ook heel vaak het idee van ja, maar dan ligt straks in elke shop ligt hetzelfde. Je kan toch een ding custom aanvragen misschien. Dat bedoel ik een beetje. Weet je, het is niet zo dat straks alle coffeeshops dezelfde wiet hebben. Daar geloof ik niet. Menu, dezelfde prijs. Nee, dat gaat niet gebeuren. Je krijgt echt voldoende variatie als ze het voor elkaar krijgen om al die telers op tijd draaiende te houden. Want dat is nog wel even een dingetje. Ja. En zover zijn we nog niet. Hopen dat we in december kunnen starten met Breda Tilburg. En dan gaan we eens even zien hoe we
wat. Ik ben heel erg benieuwd. Dat, ja. En natuurlijk zijn er dingetjes die jammer zijn. Hè, als je dan de bepaalde buitenlandse soortjes niet meer mag voeren. En aan de andere kant, en de hash wordt een enorm probleem natuurlijk. Waar ga je die import hash vandaan halen? Ja, dus, niet. Nee, dat, die is er niet meer. Maar goed, nee. Als ik aan de andere kant... Ik heb van een van mijn vrienden... waar we het net over hadden... heb ik een stukje Forbidden Fruit. Een of andere triple sift frozen. Nou ja, ik ben meer van de traditionele hasjes, maar ik kreeg dit van hem en zei van ja, dat moet je echt proberen. Nou, ik ben echt heel enthousiast geworden. En dat is gewoon een supermoderne hasje. Ja. Ik weet zeker dat de telers strakjes dit soort hasjes wel kunnen maken. Prachtig. En ik weet zeker dat daar... Een van onze vrienden, die overigens ook graag hasj maakt, die is ook betrokken bij een van de telers. Extractor, nou, Kees, ja. Die maakt prachtige hasj. Ja. En die gaat dat straks in een legale omgeving voor ons doen. Ja. Onze Casey van Super Sativa Seed Club. Ja. Met de geweldige genetica van de jongens. Ja, ja jongens. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, that's je krijgt echt. En dat is natuurlijk ook een groot voordeel. Er kan in alle rust en aandacht kan er gekweekt worden. En dat is natuurlijk nu wel anders. Ja. Het spul wat uit Nederland komt. Droge curen. Dat soort dingen. Ja. Ik had, als je ziet dat de gemiddelde amnesia tussen de vijf en de zeven dagen droogtijd is. En dat het dan in de winkels ligt. Ja, dan denk ik, ja, als je dat op een hele mooie manier droogt en je cured het. En je neemt daar even iets langer de tijd voor. Ja, dan wordt die wiet gewoon, die wordt drie keer zoveel mooier eigenlijk. Zoveel lekkerder. Ja, en er zijn wel shops die dat doen gewoon hè, zelf. En daarin kan je je ook onderscheiden natuurlijk. Ja. Ik zag toevallig... van de week een vlog van Alan the Alchemist. Dat is een producer van Action Bronson. Ja. Dat is een hip-hop producer. En hij is helemaal gek van Amsterdam. Komt super vaak in Amsterdam. En heeft zijn contacten ook. Chillt gewoon met coffeeshophouders. Met, weet je, hij kent zijn plekjes in de stad. Ja. En hij zit op een gegeven moment met de eigenaar van de Damkring. Dat vind ik ook. Dat is trouwens ook... Ook een fantastische shop. Als je daar, de eerste keer dat ik daar binnenkwam, dacht ik ook van wauw. Legendarisch. Ja, legendarisch. Dat is het goede woord, legendarisch. Ja. En hij vertelt ook dat hij dus vooral met zijn hezes, dat hij die zo een half jaar tot een jaar cured zelf voordat het de winkel ingaat. Ja, kijk, dat zijn dingetjes. Ja. Daarin kan je goed onderscheiden als je dan een mooie S5 hebt of een weet ik veel wat. Wauw. Ja. En je cure dat goed. Ja. Oh, dat is bizar. En dat is zo leuk. Ik merk in de marketingcommunicatie was altijd heel erg veel concurrentie. Weet je? Ja. Wij gunden elkaar het licht in de ogen niet. Maar dat heb je onderling bij die shops niet. Ja, misschien als er meerdere shops in één stad zitten. Misschien, dat weet ik niet. Maar ja, ik merk heel erg dat we elkaar... En mensen durven dat ook te zeggen. Hè? Iemand van de Damkring die zou dat rustig kunnen zeggen tegen een andere shophouder. Van joh, nee, maar dat moet je langer bewaren. Moet beter, moet je zo en zo doen. Dus wij leren gewoon van anderen. Wij durven ons open te stellen naar andere shops toe. Van joh, doe je het zo of zo? Of, en daar leer je hartstikke veel van. Ja. Nou, dat is in veel branches is dat ondenkbaar. Hoor. Ja, zeker. Tuurlijk zijn er ook nog steeds shops die niet van die kennisdeling zijn. En dat zie je ook aan ze af. Ja, maar die gaan op een gegeven moment lopen, die gaan achterlopen. Ja. Ja. En uiteindelijk, je krijgt de klanten die bij je passen. Ja. Ben echt van overtuigd. Ja, daar hadden we het net over. Ja, zeg, we hadden het over hè, mensen die zouden afglijden van cannabis. Hè, dat het slecht voor je zou zijn voor het minder meedraaien in de maatschappij. En jij zegt, 99% van mijn klanten draaien prima mee in de maatschappij. Absoluut. Ja. En dat is voor sommige shops, we hadden het er met Greg bijvoorbeeld over, met die afgekeurde badges, zijn er ook shops die zeggen van, oh, ik gooi het wel op die 5 grams deals. Ja. Ja. Ja, dat zijn dus die shops die die procenten krijgen die jij er niet bij hebt. Ja. Daar gaan die mensen heen die wel afglijden, omdat they'll do whatever, gewoon... Ja. Ja, dat is zeker zo. Kijk, als je weet dat een shop alles test, dan zijn ook de goedkopere soortjes goed. Ja. He, wij hebben ook een paar goedkope soortjes op de kaart staan. We hebben ook op dit moment een heel goedkoop heesje. Ja, weet je waarom, dat zeg ik ook tegen de klanten, weet je waarom het goedkoop is? Omdat het niet zo mooi geknipt is. Mm. Dus weet je, hij is iets wat fluffier, hij is niet zo mooi geknipt, maar hier is het testresultaat, moet je kijken. THC, cannabinoïde, terpenes, alles klopt. Hij is gewoon super mooi wietje. Ja. Alleen ja, mensen willen dikke knoppen, dikke bollen. Ja. Nou ja, prima. Als je iets minder kritisch bent en je doet iets meer met je neus en iets minder met je ogen, dan is zo'n wietje die iets goedkoper is,
Top. Ja. Ja. Ja, dan en hoeft dat is wel leuk. Er zitten wel fijnproevers tussen, die weten dat wel. Ja. Ja. Ja, dat is zo gaaf aan dus het getest hebben van je menu. Weten dat het gewoon goed en schoon is. Ja. En dus met een goed gevoel dat allemaal kunnen aanbieden. En aanprijzen ook voor een eerlijke prijs. Als dat toegelaten wordt door de inkoopprijs. Ja. Dat doe je heel knap. En ik hoop dat andere shops ook echt geïnspireerd raken daardoor. Die misschien nog niet testen en dat soort dingen doen. Maar je ziet het ook met Greg. Hij vertelt ook, weet je, zijn de shops die het doen, hè, die winnen prijzen. Ik heb al 3 shops aangebracht bij Crack, omdat je dan in gesprek raakt met elkaar. En ik zit het niet te pushen, ik vertel mijn verhaal. Ja. En niet alleen maar dat het dan schoon is, maar ook dat je veel makkelijker kunt zien van joh, de volgende batch lijkt weer op de batch die we nu hebben. En je kan beter bepalen welk soortje dat het is. Nou, ook dat verhaal, dat is voor shophouders ook interessant. En nou ja, er zijn dus via de PCN, leer andere shops kennen ook. En nou, die zeggen dan ook van, oh, kan je mij zijn nummer doorgeven? Want dat vind ik ook wel interessant. Ja, super fijn. Ja, en zo zie je mij, jongens. Iedereen die thuis zit te kijken via YouTube of luistert of kijkt via Spotify of een van alle andere podcastkanalen. Damn it, ben ik skaffer van die Japanese Yuzu. Dat coffeeshophouders niet per se tegen testen zijn. Misschien zijn ze gewoon er nog niet helemaal voor. En je kan prima goed het aanvragen. Gewoon als je een keertje daar komt en zegt, hey, testen jullie eigenlijk je spullen, hè, bij je lokale coffeeshop? En als ze zeggen testen, hoe bedoel je testen? Dat je zegt, nou ja, moet je maar eens kijken. Bij de High Cloud podcast hebben ze het er vaker over. En er zijn gewoon shops die dat doen. En die winnen gewoon prijzen met gewoon getesten. Goeie wiet. Hey, daar word je toch blij van. En die weten gewoon zeker dat ze mensen niet ziek maken met hun producten. Hè? En dat is toch uiteindelijk wel belangrijk. Als je producten verkoopt die mensen gaan consumeren op wat voor manier dan ook. Ja, dan moet dat schoon zijn. Weet je wat het is? Je slaapt gewoon een stuk lekkerder. Ja. Als je weet dat wat je verkoopt goed is. Ja. Zo simpel is het. En helemaal als je ook nog eens een keer gewoon een groot deel van je winst weggeeft aan goede doelen. Ja. Ja. Dat je gewoon echt lekker verantwoord aan het ondernemen bent. Dat is toch hartstikke, dat is hartstikke leuk. En wij verdienen er echt allemaal een goede boterham aan. En dat is misschien niet zo als commerciële shops. Mm-hmm. Maar dat geeft niet. Wij hebben daar gewoon echt een hele serieus goede boterham aan. Nou, prima. Ja. Ik vind de hele stichtingvorm ben ik echt de voorstander van. Ja, ik vind het en ook ik weet echt ook dat er zijn ook commerciële shops die het gewoon echt heel goed doen. En ook veel sponsoren, veel goede dingen doen. Ook testen. Ook heel leuk personeel hebben. Ook hun personeel gewoon goed betalen. Niet volgens de horeca CAO. Want dat is laag, hè, jongens. Voor een hongerloontje. Het zijn echt een paar strijders, jongens. Ja. Ik weet het, jullie verdienen niet veel. Nee. Hey, shout-out naar jullie, man. Jullie doen het echt vanuit een passie of een plek. Het komt van diep, want dat zijn echt geen aangename salarissen, horeca CEO. Coffeeshophouders, ga je personeel meer betalen, alsjeblieft. Dankjewel. Oh, maar er zijn er al wel een aantal die dat wel doen, volgens mij. Ja. Ja. Of met en bonusjes werken of dat soort dingen. Ja. Of, ik weet ook wel shops die, als er iemand zijn rijbewijs wilde halen, dat er dan gezegd wordt van, joh, weet je, ik betaal jouw rijbewijs. Dat er iemand een keer een investering nodig had voor iets, dat er dan gezegd wordt van, joh, prima, ik investeer met jou mee. Goed personeel is gewoon echt, dat weet iedereen. Iedere ondernemer weet dat goed personeel gewoon ontzettend belangrijk is. En het wordt steeds moeilijker ook. Je merkt het overal, is het gewoon heel moeilijk om gewoon goede mensen te vinden voor alles. Ja. En al helemaal voor zo'n lastige industrie, want het wordt je niet per se altijd makkelijker gemaakt als je in de cannabis gaat werken. Nee. Maar dat is, dat is een beetje. Nu is het een beetje zo dat als je op je cv hebt staan dat je in een coffeeshop hebt gewerkt. Dat een soort van nadelig is. En daar moeten we gewoon eigenlijk vanaf. Ja, of als je een hypotheek wil aanvragen of een huis wil verkopen, kopen. Ja, dat kan je als coffeeshophouder vergeten. Zelfs als we een stichting hebben, dat is gewoon ondoenlijk. Ja, dat is super naar natuurlijk. Je doet alles met enthousiasme en passie. En dan met dat soort dingen word je dan gewoon, oké, coffeeshop, stempel, coffeeshop. Tegengewerkt. Tegengewerkt, ja.
Ja, goed, dat is, ik geloof dat dat een kwestie van tijd is. Ja. Je ziet een nieuwe lichting met coffeeshophouders. Ik denk dat veel coffeeshops ook wel stoppen. Omdat ze niet mee willen doen met die wietproef. Er is een bepaalde slag coffeeshops die zeggen van joh, wij willen dat niet. Ja. Ik doe het al zoveel jaar en ik ga niet meer die hele transitie meemaken. Ja, daar komen uiteindelijk straks wel nieuwe coffeeshophouders voor in de plaats. Mm-hmm. En dan bijvoorbeeld zo'n Maurice. Nou ja, er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar gewoon jonge, enthousiaste, passievolle cannabisliefhebbers met een goed stel hersenen. Ja. Superleuk. Dat wordt de nieuwe lichting coffeeshops. En ik ben ervan overtuigd dat je over een paar jaar een heel slag andere coffeeshops hebt. En dat die loesje coffeeshops waar je weggekeken wordt, dat steeds minder wordt. Ik zie nog wel meer van mijn vrienden ooit een coffeeshopje beginnen. Ja. Ik hoop dat ik ze ooit kan helpen. Dat ze allemaal ambassades. Ja, precies. Ja. Dat zou wel gaaf zijn. Ja. Nou, recent ben ik in Dronten geweest. Dat is ook breed uit het nieuws geweest en alles. Dronten die wil ook een coffeeshop. En hebben twee coffeeshophouders, waaronder ik, uitgenodigd. Daar zat verslavingszorg bij, daar zat politie bij. Daar zaten allemaal verschillende fractieleden zaten erbij. Daar zat de burgemeester ook bij. En dat was eigenlijk gewoon een soort open vergadering in het gemeentehuis. Van joh, de gemeente wil een coffeeshop. Hoe gaan we dat doen? En ja, wat zijn dan de risico's? En hoe zit het met verslaving? En hoe zit het met psychoses? Was een van de vragen. En het grappige is dat heel veel fractieleden gewoon heel weinig verstand hebben van cannabis en van een coffeeshop en van het reilen en zeilen van een coffeeshop. Nou ja, en dan is het wel heel tof dat ze het op zo'n manier, daar heb ik ze ook echt om geroemd, dat zo'n gemeente Dronten het op deze manier aanpakt en gewoon het gesprek aangaan en niet alleen maar heel eenzijdig. Nee, politie erbij en verslavingszorg erbij. En dan zie je dat die mensen ook en zo'n politieagent ook, die is helemaal niet tegen. Nee. Die zegt gewoon van joh, met de straathandel, tuurlijk neem dat af. Ja, maar hoe zit het dan met de jongeren? Ja, weet je, en die gast die over verslaving zorgt, ja, hoe zit het dan met mensen die verslaafd raken? En dan, nou, daar werden allemaal gewoon hele serieuze, goede antwoorden op gegeven. En aan het eind van de rit was iedereen echt een stuk wijzer. En ja, ik heb ook wel het idee dat er binnenkort in Dronten een coffeeshop komt. Dat het gaat gebeuren, ja, dat denk ik wel. En of dat wij dat dan mogen zijn of iemand anders, dat gaat natuurlijk altijd gewoon via een aanbesteding. Dus daar kan iedereen aan meedoen. Ja. Maar ik denk wel dat... Je hebt een proven concept, dat scheelt wel een heleboel. Ik weet niet of dat die anderen dat ook hebben. Maar jij hebt een bewezen concept dat gewoon werkt met een duidelijk plan en cijfers die het kunnen ondersteunen. Ja. Ja, dat helpt misschien wel in die aanbesteding. Ja. Ik gun het je in ieder geval van harte. Hè. Ik ben een van de eerste klanten in Dronten als het zover is, hoor. Ja. Ja, ze kunnen het wel gebruiken. Ja. Ik vind dat sowieso iedere stad of ieder dorp... 20.000 man, vanaf 20.000 mensen of zo? Ja. Vind ik dat houdt de coffeeshop. Ja, ik vind ook kleinere gemeentes moeten een coffeeshopje kunnen hebben. Allemaal zeg maar naar hun eigen schaal. Mm. Maar je hebt ook in bijna elk dorp wel een kroegje en een dingetje. Nou, maar dat vind ik ook. Ja, ik vergelijk het altijd met een drankenzaak. Wij zijn een soort luxe drankenwinkel. Ja, weet je. Ik bedoel, ik heb nu voor het eerst in mijn leven een coffeeshop op loopafstand van mijn huis. Ja. En laatst had ik gewoon even geen wiet, want ik was op vakantie geweest. Want de smoking. Dan loop ik gewoon eventjes naar die shop toe. En dan haal ik gewoon even een lekker wietje van het menu. Ja. En loop ik weer naar huis. Ja. Nah, ja. Dat is echt een... Ik voelde me zo bevrijd. Of het was zo'n enorm ervaring. Maar ze hebben een mooie menukaart. En dus de eigenaar heeft ook pas op. De eigenaren hebben ook passie. Ja, zeker. Ze zijn hele toffe gasten. Het is echt een leuk clubje bij elkaar. Ik kom er graag ook bij de jongens. Ik ook. Ja. Ja, dat ja, voor de koffie. Ja, en, ja, maar je moet gewoon in gesprek blijven met elkaar. En dat is ook zo'n nieuwe... Ik schaar dat ook wel onder de nieuwe slag ondernemers. Zeg maar. Belichting, zeker. Ja. Nou, kijk, tuurlijk, het is geen geheim dat de smokery ook een deels van de plug is. En we hebben het er vaker in de podcast over gehad, dat de plug, toen ze naar Nederland kwamen, met een heel andere slag cannabis. Heel veel Cali soortjes die in Europa waren gekweekt. Dus voor een
normale prijs op het menu stonden. Ja. Kelly ook voor een normale prijs gingen aanbieden. Want voor die tijd kon je gewoon in Amsterdam voor 40, 50 euro een gram Kelly halen. En zij kwamen met die 30 euro wietjes aan. Ja, ongelooflijk. En met echt top shelf voor 16, 17. Ja. En dat heeft wel eventjes iets gedaan in Amsterdam. Ja. En wat daarna een wrinkle effect heeft gehad in de rest van Nederland. Van, oh, wacht even. We moeten echt eventjes level up. We moeten even andere dingen gaan doen. We moeten een nieuwe genetica. We moeten die kwekers op hun reet gaan zetten. We moeten betere spullen gaan hebben. We moeten ook dingen gaan importeren. Voor een betere prijs. Want dit gaat niet meer. Ja. Nee. En dat heeft echt een heel groot verschil gemaakt in Nederland. Ja, dat, daar hebben we echt wel de plug voor een groot deel aan te danken. Aan te danken, nee, ja, goed, zij zitten er ook in. Het staat ook op de ramen daar. Ja, zeker, zeker. Het is geen geheim meer. Nee, zeker. Wat ik leuk vind is dat je die... wij krijgen wel steeds meer kalies aangeboden, gegroeid op Nederlandse bodem. Ja. Dus dat zijn de nieuwere, ik noem het altijd de nieuwere strains, in Nederlands gekweekt. En dat vind ik echt wel heel leuk. Ja. Van jongens die de passie weer hebben gevonden. Of, ja. Kijk, dat de hele import, dat is toch ook het verzenden, het verpakken. Dat doet het toch allemaal niet zo goed. Nee. En als het dan hier in Nederland... En veel wordt machinaal verwerkt ook. Hè. We hebben het ook wel vaker over gehad in de podcast. Als je wiettopjes door een machine gaat laten trimmen door een trommeltje. Dan heb je ook heel veel verlies. En dan gaat het ook nog eens inderdaad in die vacuüm zakken en... Gaat het ook nog wel eens fout. Staat het weet ik veel hoe lang op een pallet hier of daar. En dan komt het na maanden een keertje aan of niet. Ja. Dat klopt. Kan. En soms heb je daardoor de pareltjes ertussen zitten. En soms is het wat minder ook. Ja, dat kan. Dat heb je ook met Spaanse soorten, vind ik. Ik vind dat je daar... Er zijn zat mensen die een neus daarvoor ophalen. En denken van ja, maar er zijn echt wel mooie... Er zijn mooie Spaanse... Daar kan over het algemeen wat meer in rust en aandacht gekweekt worden zoals in Nederland. Ja. Hè? Ze zijn daar toch wat minder streng. En ik ken wel wat Nederlanders die daar echt met veel passie en met liefde kweken. En het dus ook gewoon... vroeger had je het water was slecht en weet ik het allemaal. Ja, dat is niet meer. En de enige issue is altijd een beetje de transport. Ja. Als ze dat op een goede manier doen, niet te hard vacuumeren. En dan... Wij krijgen soms wel spaardertjes dat ik denk van zo, dat ziet er zo mooi uit en het is zo lekker. En dan ook nog eens een goede prijs. Voor een goede prijs. En er is niemand die dan denkt van ja, een Spaanse troep. Nou, echt niet. Nee. Ja. Vroeger kon je nog wel eens ruiken inderdaad door bepaalde chemicaliën in het water. Ik bedoel, je kon ook het water niet drinken. Nee. Maar er zijn er nu die gebruiken regenwater, filteren water. Die hebben gewoon hele systemen gefixt om dat probleem op te lossen. En die maken nu echt hele mooie cannabis. Ja, dat is zeker zo. Dat is allemaal veranderd. En dat is wat ik net ook bedoelde van... dat je jezelf moet opleiden of ontwikkelen... verder dan wat je hoort van mensen. Hè? Ja. Want als je drie man hoort zeggen... Spaanse troep, Spaanse troep, Spaanse troep... ga je nooit meer Spaans wietje proberen... terwijl er misschien wel echt iets voor jou tussen zit. Ja. En als je zelf je neus leert gebruiken... en leert kijken naar de cannabis... en het ook nog eens een keertje getest is... en goedgekeurd op een menu staat... dan kan je gewoon... Echt leuk hoor, er zitten echt pareltjes tussen. Leuke dingen gaan ontdekken. Ja. Ja, zeker weten. Ja. Ja, er is nog veel te ontdekken in cannabisland, wat dat betreft. We zijn nooit uitgeleerd. Het is hetzelfde. Ik ben ook ontzettende wijnliefhebber. Ik ben een whiskyliefhebber. Ja. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vind dat je kan dat sigaren. Je kan dat wel een beetje. Cannabis past daar ook wel tussen. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar wijn. Je hebt zoveel verschillende druivensoorten. Je hebt zoveel verschillende soils. De manier waarop het opgeslagen wordt, waarop het gerijpt wordt. Dat is eigenlijk het curen bij wiet. Op wat voor vat? Is dat in metalen, roestvrij stalen vaten of in ouderwetse eiken vaten of weet ik het wat? Ja. Je kan dat best, ik maak die vergelijking best wel regelmatig. Dat ik zeg van, het is alleen minder schadelijk voor je cannabis dan wijn, maar inderdaad, het moet gewoon echt naast elkaar kunnen bestaan, vind ik. Het pairen ervan is ook...
goedgekeurd in mijn opinie. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, een lekkere wijn met een goed jointje. Dat, dat kan echt een behoorlijk fijne vrijdag of zaterdagavond zijn, hoor jongens. Ja. Maar dat zo moet je het ook met, dus, althans, niks moet natuurlijk hier, maar dat is ook leuk om dat met wie te doen. Van ja, maar waar, of met hash, waar heb ik trek in? Ja. Overdag rook ik een, als ik overdag rook, dat gebeurt niet zo heel vaak, maar dan rook ik vaak iets lichters. Hè, dat ik vind, ik ben erg gek van gele Libanon bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of een hele zachte pollen vind ik ook heel lekker. S'avonds ga ik voor een Gorilla Glue'tje, of nou ja, wat ik dan nu ontdekt heb, is dat is die Forbidden Fruit. Hash. Weet je, hash. En zo kijk je gewoon van ja, waar heb ik trek in? En dat doe je met wijn ook. Ja. Hè? Van ja. Of een whiskytje van waar heb ik trek in? Ja. Wil ik iets rokerigs? Ja. Wil ik iets uit de Highlands? Weet ik veel. Ja, gewoon echt even bewust zijn over hetgeen wat je gaat doen. Dat is het een beetje. We hebben het er in de vorige episode nog over gehad. Ook met de jongens van de Weedmill. Nog steeds een paar stuks te koop trouwens op de iCloud, jongens. Echt heel leuk. Ja, mooi ding. Ja, moet ze ook hebben hè, voor in de shop. Ik ben al in gesprek met ze. Ja, goed zo. Ja, ja, ja. Goed zo. Ik laat weer alles en dat vallen. Was een beetje verwaterd, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar dat, nou ja, door jouw podcast dacht ik van ja, ik moet daar weer even achteraan. Ja. Ja, want we hebben wel app-contact gehad. En ze had ook al een voorbeeldje gemaakt met ons logootje erop. Ja, maar ja, dat verdwijnt dan weer. Tuurlijk, er zijn zoveel dingen die op je pad komen. En het moet ook nog maar eventjes allemaal werken en er zijn en zo. En nu is het er gewoon. En nu staat het er gewoon. Dus dat is leuk. Nee, maar die jongens, maar ik gun het die gasten ook. Ja, want precies. Ze zijn ook wel echt heel erg enthousiast. En, maar waar ik het dus over had met ze, was het bewust consumeren, toch? Eventjes stilstaan bij... Wat past bij wat ik nu wil gaan doen of bereiken in mijn dag, in mijn leven? En niet zomaar vanuit de gewoonte dingen blijven doen omdat je het altijd zo deed toen je 16, 17, 18, 19, 20 was. Ik ben blij dat ik dat niet meer deed zoals dat ik het toen deed. Want ik heb echt een periode gehad waarin ik echt ontzettend veel blode. Ja, en ik ben blij dat ik daar toen... ik heb toen echt twee keer achter elkaar... Ik heb toen een keer een angstaanval gehad. Echt bizar. En toen dacht ik van nou, ik ben er nou even klaar mee. Nou, weekje niet gebloot. Toen dacht ik van nou... Toch wel weer lekker, kreeg ik weer een angstaanval. En dat heeft voor mij wel gezorgd dat ik echt wel een paar jaar gestopt was. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik ga het toch maar weer. Maar ja, dat was echt. Ja, hees is niet voor mij. Nee, dat was van hees. Ja, dat was van hees. Ja. Kijk, zie je, het is. En was het goede hees? Of was het gewoon zomaar iets, weet je niet? Dat was toch zomaar iets samen met iemand en dan... Dat kan gauw misgaan. Ja. In combinatie met tabak ook nog een keertje, vaak. En daarom is het ook zo belangrijk dat je... En dat is ook met dat pasje. Als je een pasje aanmaakt voor iemand... Hè, iemand is nieuw in de winkel. Het eerste wat we zeggen is welkom to the club. Dat is wat het eerste te zeggen. Ja. Nou, je krijgt een grindertje, een boekje, een filtertje aansteken. Je krijgt wel een cadeautje. En dan vragen we ook gewoon van... joh. Blow je veel? Wat vind je lekker? Dat we al een klein beetje weten bij die persoon van ja, maar wat vind je leuk? En als iemand zegt van ja, maar nee, ik wil hem voorgedraaide, want het is echt heel lang geleden dat ik het gedaan heb. Ja, dan ga ik hem geen amnesia geven. Nee. Of weet je? Wat raad je dan aan? Als iemand heel lang geleden niet gebloot heeft. Wij hebben light wietjes. En dat zijn light jointjes. Weliswaar als ze willen. Daar zit tabak in. En dat is 50-50. Dus 50 indica dominant. Dat is vaak wel iets van een bubbel of zo. Met een beetje hees erbij. En daarvan. En wat natuurlijk heerlijk is met blowen. Is zeggen neem 2 of 3 trekkies. Leg hem even weg. Ja. En wacht even 10 minuutjes, kwartiertje. Ja. En vind je het lekker? Nou, neem je nog een paar trekjes. En denk je van, ik vind het genoeg zo, dan... Ga niet als een beest dat hele ding roken en na 5 minuten zitten. Dat gaat gegarandeerd fout. Ja. Oh mijn god. Ja. En dat is zo naar. Ja. Je krijgt er niks van, maar het is wel naar als je het zo voelt. Ja, dat kan inderdaad. Het gaat wel weer over. Het is maar wiet, maar het voelt even niet lekker. Nee, klopt. Onze oudste klant, die is 81, is een dame. En die, ik kan natuurlijk... Het is... Mag je de naam noemen? Nee, nee. Nou, ze komt, haar man, of haar vriend, die komt van buiten de stad. En die komt 1 keer in de zoveel tijd, komt hij een weekend logeren bij haar. Nou, ik geloof dat zij is 81 en ik geloof dat hij 79 is of zo. En als hij komt logeren, dan komen ze samen naar de shop. En dan komen ze samen 3 light wietjes halen. En dan zegt ze van, dan heb ik het weekend van mijn leven. Geweldig. En dat is zo leuk, ja.
Dat ja, is zo grappig. Ja. Mooi. Oh, ik vind het zo wholesome om te horen ook gewoon. Ja. Dat en klinkt op het moment dat ze kwam, toen wij een pasje voor haar aanmaakten, toen zei ze al van, nou, ze zegt het is echt lang geleden. Ze zegt maar, wij willen dat gewoon weer een keertje doen. Nou ja, zei light, weet je nou, wat ik net zeg. Rustig proberen, twee trekjes wegleggen. Nou, ze zegt, we hebben het weekend van ons leven dan, zegt ze. Ja, dat is toch machtig. Shout-out naar oma Koes. Ja, I love it. Dat 81, vind ik echt te nooit te oud. Ja. Wauw, wat prachtig. Ja. Wat prachtig. Dus ja, dat heeft dan ook weer een klein voordeel met het pasjesysteem. Want we hebben dan de voornaam en we noemen er wel gewoon mevrouwen. Maar, prachtig. Maar je weet met wie je te doen hebt dan. Ja, en wat is een beetje de gemiddelde leeftijd bij jou in de show? Ja, dat is grappig. Wat zou je denken? Ja, jij weet dat waarschijnlijk wel, maar... Nou, jij zei net dat een best groot aantal tussen de, wat was het, 50 up was of zo? Ja, 50 up, ja. En dat was toch wel 40% of zo? Zei je? Ja, ik uit mijn hoofd gezegd 33. 33%? Ja, ik denk toch dat je dan op iets van 33, 34 zit. Ja, perfect. 32 is de gemiddelde leeftijd. Ja. En heel veel mensen zeggen, ja, maar die jonge lui beginnen allemaal te blowen. En dan zeg ik van, ja, maar weet u wat de gemiddelde leeftijd is van de mensen die hier in de zaak komen? Ja, dat zal 18, 19 jaar zijn. Nee. Dat zijn de uitschieters. Ja, ja. En de medicinale gebruikers, dus de gemiddelde leeftijd 47. Ja. Kijk eens aan. Echt leuk. Ja. En dat is toch van die data. En die data overigens, die data nogmaals, je voornaam, je woonplaats en je geboortejaar, meer weten we niet van je. En die data wordt ook nooit gedeeld. Nee. Die data, zoals ik hem nu deel met jullie, zo deel ik hem ook wel eens met de gemeente. Het zijn gewoon statistieken gewoon. Dat zijn gewoon statistieken. Dat zegt niks over jou of wat dan ook. Je wordt niet gebashed. Hier, zelfs oma werd niet exposed hier zo, terwijl zij niet eens kijkt naar dit kanaal. Nee. Maar zelfs oma werd niet exposed. Nee. Ik ga me straks ook gewoon inschrijven. We gaan zo eventjes naar de shop. Gaan we even een mooi filmpje maken om te laten zien hoe gaaf de shop is. En dan ga ik me ook inschrijven daar zo. Dan weten jullie gewoon, het is legit. Yes. Ja, toch? Ja, ik krijg medicinale korting dan. Ja, beta nooit. Ik ga wiet met korting halen, jongens. Oh. Dat is wel wat anders dan THC-10 bij onze vrienden. Van Zalig bijvoorbeeld. Voor al je hedgehogpartikelen en vloedjes en die dingen meer. Zodat je nooit zonder zit. Ja, man. En even kijken of we die Dutchie potjes bij jou in de winkel kunnen krijgen. Ja, hè? Want je had het er net al over. Die edibles die moeten sowieso in kindveilige verpakking bij jou. Klopt. Nou ja, sterker nog, die mogen we niet verkopen. Nee. Dus je hebt het een beetje verklapt, maar nee, die mogen we niet verkopen. Nee, ze liggen ook nog niet in de winkel hoor. Maar ik vind wel, ik ben met de gemeente in gesprek daarover. Want ik vind wel dat we, er ligt bijna een soort van hetsen op roken. Ja. Hè? En dan denk ik van, ja, maar dan vind ik dat we de mensen wel een goed alternatief moeten bieden. Ja. We gaan met Stoptober, gaan we al onze wietjes. En wij doen nooit aanbiedingen. Mm-hmm. We hebben goedkope wietjes, we hebben hele exclusieve wietjes. Maar wij doen nooit aanbiedingen. Als je bij ons 5 jointjes koopt, dan betaal je 5 jointjes. En dat is allemaal om ervoor te zorgen dat wij niet het gebruik stimuleren. Dat staat ook in mijn plan. Mm-hmm. Wij voldoen aan een bepaalde behoefte, maar wij creëren geen behoefte. En dat vind ik wel heel belangrijk. Nou weet ik even niet meer wat ik... We hadden het over die edibles. Dat er een hetze is op roken en in Stoptober. Oh ja, Stoptober. Ja. Nee, dat klopt. Dan gaan wij jointjes verkopen met tabaksvervanger. En dat doen we met Canna Plus. En Canna Plus is een CBD-wiet met een hele lage CBD-waarde. Er zit geen THC in, maar met een hele lage CBD-waarde. Zodat dat nagenoeg geen invloed heeft op de werking van hetgeen wat erbij zit. En daarmee proberen we... En die gaan we dus wel goedkoper maken als de tabaksjointjes. En dat gaan we echt een beetje stunten. Want ik vind het echt wel... ik denk dat het een goed idee is als mensen van die tabak afgaan, langzaam maar zeker. Ja, sowieso. Dat is absoluut waar. En vooral om die tabak uit die cannabis te halen. Want door tabak toe te voegen aan je cannabis, breng je dus een verslavend middel, nicotine, in die joint. Eens. Wat jouw lichaam elke keer gaat interpreteren van oké, zo high worden komt door die nicotine. En doordat je verslaafd raakt aan nicotine, komt er een verslavend effect als je cannabis met tabak mengt. Ja. Als je cannabis puur gebruikt, is dat fysiek verslavende effect er niet. Nee. Je kan misschien
het idee hebben dat het zo lekker is om te doen dat je dat heel veel wil gaan doen. Ja. En dat je het belangrijker vindt om wiet te gaan roken dan om iets anders belangrijks te doen. Maar ik ken ook heel veel mensen die dat hebben met bijvoorbeeld gamen. Of TikTok. Ik ben van mening dat verslaving onderliggend lijden is. Ja. En dat heeft niet met het... mensen zeggen wel eens, ja, maar je kan eraan verslaafd raken. Ja, maar als jij op een of andere manier een probleem hebt, dan kan je overal verslaafd aan raken. Dan kan je dat dan, als er geen wiet zou zijn in Nederland, dan zouden de mensen aan alcohol verslaafd raken, wat natuurlijk nu al gebeurt. Ja. Maar mensen zoeken wel alternatieven. Het is een vluchtgedrag. Het is vluchtgedrag inderdaad. Ja, vluchten van verantwoordelijkheden, vluchten van angsten, vluchten van problemen. Ja. Verslavingsgedrag is vluchtgedrag over het algemeen. Onzekerheid, onkunde, emotioneel gezien om met bepaalde shit om te gaan. Ja. En je moet gewoon praten. Als je verslavingsproblemen hebt, moet je gewoon praten met mensen. Ja. Je kwetsbaar opstellen, je problemen op tafel gooien. En echt therapie zoeken. Ja. Ik ken genoeg mensen om me heen die verslavingsproblemen hebben met andere middelen die niet eens blowen. Ja. Het zij gokken, het zij harddrugs. Ja. Zoek hulp. Ja. Alsjeblieft, praat met mensen als je moeite hebt om ergens vanaf te blijven. En als dat cannabis is, misschien in combinatie met tabak, wat je denkt dat je leven verhindert, ga dan ook met iemand praten. Ik ken veel mensen die dan een jointje kopen. En dan komen en zeggen ze, maar dat vind ik zo lekker s'avonds. Ga ik s'avonds even lekker jointje roken. Daar heb ik dan echt, daar hunker ik dan bijna naar. Ja. Dan denk ik, nee, jij hunkert niet naar dat blootje. Jij hunkert naar die tabak erin. Want dan vraag ik van, joh, maar rook jij ook sigaret overdag? Nee, ik rook geen sigaret overdag. Nou, dan kan je er donder op zeggen dat jointje wat jij s'avonds rookt, eigenlijk in de eerste instantie bedoeld is om die nicotinebehoefte die je hebt, om die aan te vullen. Ja. Dus ik zeg van, joh, weet je, en we hebben ze nu ook al op de kaart staan. Ja. En vele shops met ons. Ga puur roken. Ja. En ik had het gisteren met de kwekers er nog over. Gebruik is vaker een pijpje. Ik vind dat de tabak, naast dat het verslavende effecten en je wordt er gewoon ziek van. 1 op de 3 mensen wordt ziek van tabak. Mm-hmm. Maar ga eens uit een pijpje roken. Als je dit soort wietjes, die moet je puur roken. Dat is 100%. Toch eeuwig zonde om daar tabak bij te gooien. En dat vind ik eigenlijk met heel veel wietjes al. En dan zeg ik van, joh, koop een mooi houten pijpje. Ja. Dat kost niks. En dat is zo lekker. Maar je wordt op een hele andere manier, en dat weet je zelf ook, je wordt op een hele andere manier haaien of stoned. Je kan het ook beter doseren. Ja. Je gaat ook minder gebruiken als je cannabis op die manier gaat gebruiken. Ja. Ja, want sommige mensen zeggen, ja, maar als ik puur draai, ja, maar dat is hartstikke duur. Nou, dat snap ik. Maar mensen kunnen ook niet zo goed draaien. Wat heel belangrijk is om, als je puur gaat roken, om je wiet goed te vermalen. Ja. En geen grote brokken erin. Beetje fluffy maken. Ja, en dan voldoende, maar niet te veel aanstampen. Je moet een beetje denken aan iets losser dan een sigaret of een sigaar, zeg maar. Maar wel die mate van dichtheid. Ja. Er mag geen lucht echt tussen zitten, zeg maar. Want dat verhindert de verbranding, waardoor het en minder goed smaakt en je veel meer nodig hebt om het allemaal goed te laten werken. Je kan letterlijk zo'n riptippie, kan je zo'n jointje van maken met 0,4 pure wiet. Ja. En dat gaat miljoen keer lekkerder zijn dan zo'n lange stengel met allemaal grote brokken erin. En dus leer alsjeblieft jezelf betere jointjes te draaien. Koop een goede grinder. En doe jezelf een plezier wat dat betreft. Dat is echt belangrijk. En het vapen, dat zie je ook wel steeds meer. Vapen, en dan heb ik het niet over je e-sigaretten, maar dan heb ik het echt dry over herb vape. Ja, dry herb vape. Prachtig. Ja, bizar ook dat is verboden is geworden om online te verkopen. Dat is ongelooflijk. Verkoop jij ze in de shop? Ja, ja, ja. Ja. Merk jij een toename in de verkoop sinds 1 juli? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Misschien nog te kort ook om dat te zien. Ja,
Nee, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wij promoten het wel heel erg. En wij krijgen ook zeker medicinale klanten. Maar die roken dan niet. Hè? Wij hebben iemand die zit in een chemo. Of die is net klaar met zijn chemo's. En zegt, ja, nee, maar roken, nee. Maar ik wil wel graag, ik wil wel graag cannabis gebruiken. Nou ja, omdat ze daar baat bij denken te hebben. Nou, prima, kan je proberen. Maar doe het dan wel met zo'n dry herb vape. Omdat je dan in principe alleen maar warme lucht inademt met de cannabinoïden en de terpenen en ja, eigenlijk de werkzame stoffen zonder die verbranding. Ja. Ja. Ja, en dat is ook weer zoiets. Die mensen, als je dus bij Bedrocan je cannabis haalt, en dan ga ik weer. Als je via de huisarts komt en je krijgt zo'n foldertje, dan zeggen ze gewoon dat je dus je wiet ook gewoon zo in het water kan gooien. Zo iemand zou dus ook aangeraden worden om gewoon wiet in heet water te gooien en daar dan thee van te drinken. En dat gaat niet werken. Zo werkt dat niet. Daar worden ook wel eens vapes aangeraden, maar wel minder, steeds minder. Ik vind voor medicinaal gebruik sowieso. En zeker als je de mooiere strains, praat je over dit soort strains. Ja, ja. Dat is, dan weet je niet wat je proeft. Nee. Dat is bij puur gebruik al. Ja, ja zeker. Ja. En absoluut, als je gaat vapen, dan krijg je ook weer bepaalde lage terpenen te proeven die bij de verbranding al lang al vervlogen zijn voordat ze in je mond komen natuurlijk. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja, ja man. Bewustere consumptie. Be smart, be healthy. Ik denk dat dat ook wel een hele mooie noot is om de podcast voor vandaag mee af te sluiten. Heb jij nog een boodschap voor cannabis minnend Nederland, ja, België en Duitsland? Ik ben echt helemaal gek van reggae. En ik, weet je, de peace and the love en de reggae community, dat is zo tof ook. En ik zie dat veel mensen, dat is natuurlijk in alles zo, onbekend maakt onbemind. En ik zou iedereen aanraden, ga een keertje, bezoek een keertje een reggae festival of een reggae concert of zo. Het is zo leuk, het is zo tof. Ik persoonlijk vind ik cannabis en reggae, dat is één. Ik ben met reggae, door reggae ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met wiet en met hash. En ja, het is gewoon, we hadden het net even over pairing. Nou, dat is de perfect match is reggae en blowen. En ja, voor degene die dat die alleen Bob Marley kennen, ga zoeken, ga lekker Spotify, ga kijken. Er zijn festivalletjes, ja, dat wordt nu wat minder komende winter, maar ga lekker concertjes bezoeken. Zo leuk. Muziek, sowieso muziek en blowen gaat heel goed samen. En ook, ja, gezellig. Met ja, dat is goed dat je dat zegt. Ik zei laatst ook, werd me gevraagd, als je met een bekendheid zou kunnen blowen, wie zou het dan zijn? En toen ze zeiden dat het levend of dood kon zijn, toen zei ik Bob Marley, omdat ik denk dat hij met zijn reggae muziek en incorporation van cannabis daarin heel erg heeft bijgedragen aan ook de acceptatie van cannabis. Want zoals jij zegt, reggae was mijn weg in de cannabis. Ja. Ik denk veel mensen van mijn leeftijd. Absoluut. Ja. Hè? Ja. Of het nou hip-hop was of reggae, muziek überhaupt. Ja. Maar reggae heeft daarin ook een heel groot onderdeel gespeeld in de acceptatie van cannabis onder mensen die dat misschien niet per se gebruiken. Maar wel door die muziek het oké vinden als het om hun heen gebruikt wordt of zo. Ja. Weet je wel? Ja. Dus, ja man, ja. Mooie noot, goede boodschap. Ja man, ik ben het ermee eens. En dan wil ik nog eventjes bedanken alle partners die dit mogelijk maken, zodat jullie dit gratis kunnen kijken om de twee weken. Dat is Mascotte, die zorgt voor de wat minder ongezonde rook in je longen met de Active Filters. Zalig voor de vloedjes, Headshop en alle andere benodigdheden. Van Gogh's plantenvoeding voor al je plantjes in de binnen- en buitentuin. En dan hebben we Super Sativa Seed Club om die plantjes überhaupt te krijgen in je binnen- en buitentuin. En Dutchie Packaging en natuurlijk Aaltjes Online mocht je beestjes krijgen in je binnen- of buitentuin. Gebruik ook vooral code THC10 en misschien krijg jij wel het toffe shirt dat ik vandaag aan heb met zo'n gave tekening met mij als worm erop. Grap, ja, dat wil je hebben. En die zegt toch. Ja, ik ga het niet eens laten zien. Je moet het gewoon gaan hebben. Gewoon. Ik was Uncle Koes. Ik zeg je eerlijk, die Japanese Yuzu van de Reaver. Ja toch, Reaver, ja.
van Heavy Loads heeft me echt super stoned gemaakt. En het is tijd voor mij om hier een eind aan te breien. Dit was Uncle Koes. Bedankt ook Edwin Baks voor je gastvrijheid. Thanks. We gaan nog eventjes naar de shop toe. We gaan daar mij inschrijven, want ik moet zo'n pasje hebben. En dan ga ik eens even kijken wat ik met die medicinale korting allemaal mee naar huis kan nemen. Precies. En ik was Uncle Koes. Ik ben super stoned. Laat vooral een groen hartje achter of een gaaf wolkje als je deze content leuk vond. En een comment is sowieso gewaardeerd. Duimpje omhoog, abonneer je. En al die dingen meer. Vertel het ook aan je blowende vrienden. En ik hou van jullie. Hey, ik heb in ieder geval iedereen gehad. Ja, toch? Mooi. Wel een leuke episode, hoor. Hey. Hè? Ik was wel schitterend. Ik had geen begin, jongen. Jezus Christus. Dat is beleefd. Maar ik vond dat je... Ja, je zag het. Je zag het niet aan. Dat was wel echt super stoned op een gegeven moment, joh.